De gast van vandaag is na 20 jaar actieve verslaving succesvol afgekikt van haar drank, cocaïne, nicotine en liefdesverslaving. Inmiddels is ze ruim anderhalf jaar clean en heeft een autobiografisch debuutroman geschreven. Genaamd 1 is te veel, 1000 nooit genoeg. Dames en heren, Marlijn van Ast. Luisteraars en kijkers, welkom weer bij een nieuwe aflevering van de podcast Wat kan er nou gebeuren? Tegenover mij zit mijn vriend ook. Hij is ook vriend, absoluut. En ja, wat is hij nog meer? Hij doet de podcast met mij, ook dat. Hij zorgt dat ik de scherp insta, laat ik het zo zeggen. En Reda Saleh, u heeft het misschien al gehoord. Goedenavond. Goedenavond, ja, of middag of ochtend, hangt een beetje vanaf hoe laat de mensen deze podcast gaan beluisteren. En we hebben een nieuwe gast, dames en heren. En ik ben heel erg blij dat ze er is, want het heeft even geduurd. Er waren wat obstakels, niet door ons, maar technische problemen. Maar die zijn allemaal verholpen, hoop ik nu. Dus ik hoop ook dat het geluid gewoon goed is. En heel vaak zeggen de woorden wegvallen. Maar dat doe ik nu zelf. Dames en heren, Marlijn van Ast. Dankjewel. Marlijn, leuk dat je er bent. Ja. Ik ga je even kort introduceren. Ik heb je boek vandaag uitgelezen. En ik moet zeggen, ik ben niet zo'n lezer. Maar ik lees vaak boeken. Als mensen tegen mij zeggen, hey Najib, deze moet je lezen. Dan lees ik ze. En dan zit ik er helemaal in. Dus ik zat er helemaal in en vandaag heb ik hem uitgelezen. Jij hebt een prachtig boek geschreven, mag ik wel zeggen. En ja, het boek gaat over jou. Je was 20 jaar in gebruik. En je bent nu in herstel. Langer dan anderhalf jaar. Bijna twee. Ja. Dat is een enorme mijlpaal. En je hebt daar een autobiografisch boek over geschreven. Yes. Ja, het is een heel mooi verhaal. Want jij zou naar een kliniek gaan. Om te worden opgenomen. En toen kwam de welbekende corona. Mm-hmm. Ja. Nou, ik zou zeggen de lockdown. Eigenlijk. De lockdown, ja. Het was de corona, lockdown die je precies. deed. Hè? Ja. Ja, ja, ja. Hey, hoe, ja. Hoe gaat het nu met je? Ja, goed. Ja? Ja. Ja, het is het leven is mooier dan het ooit is geweest. Ja, dat durf ik echt te zeggen. Ja, ja. Ja, het is, ze zeggen wel eens van ik wou dat ik mezelf weer terug kon vinden of zo. Ik ben de new and renewed. Het is gewoon 2.0. Het is niet versie 1.1, het is 2.0. Ja. Dus het is echt, herstel heeft mij zoveel meer gebracht dan alleen maar clean. Ja. Had je dat verwacht van tevoren? Nee, dit had ik echt niet verwacht. Nee. Nee, daar heb ik. Ja, dat is het antwoord. Nee, dit. Je weet gewoon niet waar je aan begint. Ik wist echt niet waar ik aan begon. Ik wist wel dat er een verschil zou zijn tussen clean zijn en in herstel zijn, waar ik dan wel voor mezelf een onderscheid in maak. Maar dat het zo'n nieuwe invulling van mijn leven zou geven. Wat ze zeggen, een nieuwe manier van leven vinden. Nou, dat hier een boek op tafel ligt en dat ik met jullie hierover mag praten. Ja, nee, die zag ik niet aankomen. En dat binnen 2 jaar. Nou ja, ja, zeker. Wow. Ja. Hey, hoe is jouw verslaving begonnen? Weet je nog de allereerste keer dat je iets nam of gebruikte en dacht, wauw, dit is te gek? Ja, nou moet ik zeggen, er was niet eens drank of drugs. Nee. 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 Nee, dat was een donut van de McDonald's. Oh, serieus? De donut van de McDonald's? Nou, toen besefte ik wel. Dit is wel apart, want ik ben namelijk op zondag, ik weet nog met mijn broertje, hij zal lachen als hij het hoort, naar de McDonald's gereden in Apeldoorn-Zuid. En wij wonen dan in Apeldoorn een ander deel. Nou, ik denk dat het 5 kilometer is. En ik was tiener, nou, nog niet eens. En we gingen een kaneeldonut halen voor 50 cent of een euro. Ja. En hij was op. En toen dacht ik wil er nog één. Zijn we gewoon teruggefietst. En toen wist ik, dit is dat gevoel van, oh ja. En ik was zo blij met iets lekkers. Want het was zondag en de snoeppot was leeg en de koekjes waren op. Ja. Ja, het was een soort, het is heel raar misschien dat ik het zo vergelijk. Maar het gevoel van, en het gevoel, ik wilde nog één. Ja. En was dat een obsessie? Ja, want snoep was al een obsessie. Want mijn spaargeld ging, of mijn zakgeld ging meteen uit aan snoep natuurlijk. Dat past hier wel goed in het beeld. Ja. Dus ik denk dat mijn eerste middel was snoepen. Was snoepen, ja. Op jonge leeftijd. Ja. En tot op de dag van vandaag. Ja, oké, die heb je niet losgelaten. Nee, maar dat is een ander verhaal. Maar dat is wel het laatste wat overblijft. Als je alle middelen en alle vormen van verslaving waar ik vanaf heb willen, waar ik vanaf wilde. Waar ik mee gestopt ben qua gebruik of gedrag. Ja, dan is eten blijft over.
Ja, ja, dat is gangbaar of geaccepteerd. Jouw dealer die staat gewoon in de keuken. Jouw dealer is een clown. Nee. Ronald McDonald. Mijn dealer staat in het snoeppad bij de ijskast. Ja. Ja. Oh, in de ijskast. Ja, tuurlijk. Ja, ja. Nee, vanwege die donut. Je gaat praten tegen haar als je op de bank staat. Nou, bij mij een tijd dat ik dus wel even wat verloor aan kilo's. Die zijn er weer bij. Stond er een plakkaat op mijn koelkast. Daar stond op, heb je het echt nodig? Heb je echt honger? Ja. Nee? Draai om. Stond op mijn werkt dat? Ja. Nee. Dat werkt niet. Zou mijn dealer nooit tegen mij zeggen? Nee. Nou, het werkte. Het heeft heel even gewerkt. Misschien een dag of twee. Ja. Maar weet je, ik ben verslaafd, hè? Ja. Ik vind, waar een wil is, is een weg. Ja. Nee, dus zo begon het bij mij wel. Echt de obsessie voor iets wat ik lekker vond of wat mij een fijn gevoel gaf en waar ik niet meer mee kon stoppen. Oké. Waar ik meer van wilde. Ja. Hey, en je bent er een boek over gaan schrijven. Had je dat al heel lang in je hoofd? Wat deed je, zeg maar... Ik heb het gelezen natuurlijk, maar voor de luisteraars. Je werkte in een hotel? Was dat je eerste baan? Nee, ik kom echt uit de financiële wereld. Daarna werd het consultancy en veranderen en project en programmamanagement. Dus in grote change management projecten met een groep consultants zorgen dat er voor hetzelfde geld met hetzelfde aantal mensen meer winst wordt gemaakt. Okay. Dus dat is efficiënt en effectief werken. Ja. Implementeren. En daar worden mensen heel erg rijk van. Behalve de medewerkers vaak. Ja. En ik werd er gewoon niet gelukkig van. Dus ik verloor daar ook mijn baan. Want dat was wel duidelijk. Ook door een relatie is dat misgelopen. Ja. Ik raakte afgeleid. En toen ben ik inderdaad gaan reizen. En kwam terug. En toen dacht ik wil mensen niet rijk maken. Maar gelukkig en blij. En toen kwam ik in de hotellerie terecht. Okay. Ik dacht, gasten. Dat zijn niet echt klanten. Het is een ander gevoel. Ja, dus zo ben ik in de hotellerie terechtgekomen. Ja, en toen ging het mis, hè? En toen ging het mis, ja. Ja. En was dat ook, denk je, een manier van mensen gaan pleasen? Het is een beetje wat ik merk als acteur zijn. Als ik op een podium ben, ben ik ook soms aan het pleasen. Dan denk ik, Maar aan de ene kant is dat ook wel lekker. Als mensen blij zijn met mij gepleased of zo. Dan denk ik, of wat leuk, weet je wel. Dus ik denk in een hotel ook. Ik moet eerlijk zeggen, als ik goede service krijg in een hotel, dan ben ik heel blij. Als ze mijn naam noemen en je komt binnen en er zit een chocolaatje op je bed en een handdoek is vrij. Dan ben je heel blij. En dat is dus toch... Ja, en soms heb je dan een heel geheel verblijf van zo'n gast. En stel dat ben jij geen enkel contact, maar dan, dan checken ze uit. En dan zeggen ze, bedank Marlijn ook even, want ze heeft zo goed of dit of dat. Ja. Of, ik deed vooral de guest relations, dus de VIP's en de suites. Oh, ja. En ik werkte dan op de Dam in dat grote 5-sterren hotel. Okay. Dus bekende en minder bekende, maar vooral veel rijke gasten. En die hadden heel veel nood op hun zang. Ik vond dat fantastisch, want ik wilde dat fixen. Want dat gaf mij ook een quick fix. Hè? Als ik dan dat ene tapijt was dan in de suite moest liggen of die ene. Nou ja, goed. Ja, ze hadden de gekste dingen. Dat wilde ik net vragen. Ja, ik heb nooit zoveel ijs eigenlijk. Nee, is er een minibar? Dan was ik al heel erg blij. Ja. Maar er zijn natuurlijk ook gasten die niet uit Nederland komen en niet weten waar ze het moeten halen. Zeg, ik heb het nu bijvoorbeeld over hash, drugs. Ja. Wordt dat dan ook geregeld, zeg maar? Het is mij niet gevraagd, maar wij hadden daar dan conciërges voor. En die hebben zo'n gouden sleutel. En die, die hebben ook de vrouwen en de drugs en de dingen. Die regelden dat dan voor de gasten. Dus de klant. Maar ik ben een vrouw, hè, dus ze vroegen het niet. Ja, alle hotels. Ja. Of ze het doen, weet ik niet. Maar, of voor iedereen. Maar er zal ongetwijfeld... klantskoning, hè? Klantskoning, ja. En er werd veel gedronken? Op mijn werk, of nou, maar vooral na het werk. En niet eens zozeer dat ik nu achteraf terugkijk. Nou, mijn collega's zaten niet van, je moet door. Ik nam hun meestal mee. Maar wat gebeurde na het werk? Ik werkte dan vaak de avondshift van 3 uur 's middags, 11 uur 's avonds. En dan gingen we in de kroeg op de Dam, de bekende van de Dam, zeg maar, zitten. En daar kwamen vooral heel veel mensen uit de keuken. Ik ben zelf al kok geweest. En, daar stuift het, zeg maar, door de keuken. Gebeurt het wel, ja. Ja, en zeker. Daar waren veel gebruikers in. En wie luistert, die herkent zich wel, denk ik. Maar ook gewoon de gasten die in cocktailbars werkten. Of de gasten, de mannen, zeg maar, en vrouwen. En die gingen dan om 1 uur stoom afblazen. Ja. En die gingen dan, maar die gingen dan lekker om 6 uur 's ochtends in bed in. En die hoefden er pas 's middags uit. Maar ik moest wel wat eerder eruit. Ja. Dus ja, en dat was het laatste, of niet? Ja,
Ja, ik moest al het licht uit doen, hè? Ja, hè? Ja, ja. Ik wou zeggen, het licht ging in mijn ogen uit als in de kroeg. Ja, ja. Ja, ja. Maar toen kwam het middel cocaïne erbij. En dat, dat zorgde wel dat ik... ja, het licht ging nooit uit. Nee, en hoe oud was je toen? Pas, ik wou zeggen pas oud, maar pas later. Ik heb het pas in 2019 ben ik het gaan gebruiken. Dus ik heb het maar een jaar, anderhalf gebruikt. Maar binnen een maand zat ik op een gram per dag of zo. Dus ik wist gewoon mijn hele leven, ik moet coke nooit gebruiken. Ja, ja. Ben ik hooked. En ik weet nog precies welke plek, met wie, waar, welke dag ik de eerste snuif aan mijn neus zette. En dat ik dacht, de volgende avond zei ik, waar is je dealer? Ik ga niet beatsen, dat vind ik voor mietjes. Ja. Dat vond ik mijn rook ook altijd. Ja, dat stond ook in je boek. Ja, ja. Beatsen is voor mietjes. Nee, en toen heb ik het gekocht en toen ging het gebruik heel hard. Want was het meteen dagelijks? Of ik bedoel? Ja, bij mij eigenlijk wel. Want het was voor mij in 2019, dat heb je natuurlijk ook gelezen, kwam eigenlijk de hel op me af. Ik kwam uit een relatie, ik werd gestalkt, mijn vader werd ziek, mijn vader overleed. Ja. Enzovoort, enzovoort. En er gebeurde allemaal ellende. En in dat jaar ben ik gewoon meer op meer op meer gaan gebruiken. Dus ik was binnen een jaar zo verslaafd dat ik niet meer zonder een lijntje naar de Albert Heijn kon. Wat heftig dat het zo in zo'n korte tijd, dat je zo snel die bodem hebt geraakt. Ja, en die bodem heeft denk ik vooral te maken met wat ik heb meegemaakt. En bij mij is het dus niet alleen middelen, maar ook liefdesverslaving. Ja. Dus ik heb in hele toxische relaties gezeten. Dus ja, ik zeg wel eens, drugs is niet altijd de grootste boosdoener. Nee. In mijn geval was het denk ik echt de destructie van verkeerde... Nou, niet eens verkeerde mannen. Ja, de mannen zijn vaak niet fout. De combinatie wil vaak het probleem zijn. Ja. En soms de vrouw zelf. Kun je daar wat meer over vertellen, over liefdesverslaving? Ook voor onze kijkers en luisteraars. Want heel veel mensen weten niet wat het betekent. Ja, en dan zit ik meteen... Ja, hoe uit het zich? Bij mij was het vooral... En het kwam voort uit een tekort eigenlijk aan zelfliefde. Zelfacceptatie, eigenwaarde. En bij mij... Ik ging uiteindelijk leren en ik denk dat ik dat, ja, hoe ik dat geleerd heb, laat ik maar even daar. Maar wat er bij mij gebeurde is, de man die het minst onbereikbaar was, die moest ik hebben. Want als ik hem had, dan had ik de jackpot. Dat was een soort gok eigenlijk van, dan heb ik gewonnen. Want dan heb ik iemand die iedereen wil. Vooral dat, hè, het was altijd de populairste van de hockeyclub en de populairste van de school. Mijn eerste vriendje op de basisschool was de populairste jongen van de school. Van toen, ja. Ja. Dus Lucien heet hij, als je luistert. Ook nog zo als je luistert. Rondjes fietsen om zijn huis. Wachten op het schoolplein totdat hij uit was. Daar begon het al. Tot over grenzen gaan om die man te geven wat hij wil. Zodat, in de hoop dat hij dan van me zou houden zoals ik dacht dat ik verdiende. En dat zijn allemaal hele rare uitspraken. Maar bij elkaar is het dus een soort waanzin. En ik heb gewoon geleerd dat ik heel hard moet werken voor de liefde van een man. Ja. En voor mij was dat normaal. Zette je je eigen behoeftes daarvoor opzij? Ja. Nou, er is één zin in mijn boek. En ik ben nog steeds... Ik heb het ook samen met een vriend van mij die geformuleerd. Want ik kon er niet komen. Is, als ik probeer hem in één keer goed te zeggen. Waarom is de hoop dat mijn verslaving voorziet in al mijn verlangens... of in mijn behoeftes... nog steeds groter dan de behoefte om de illusie te doorbreken? Die is zwaar. Die is nou niet zwaar. Waarom is de hoop dat mijn verslaving... in mijn behoefte voorziet. In je behoefte voorziet. Groter dan de... Ja, de werkelijkheid willen zien om de illusie te doorbreken. Dat is niet helemaal de zin, maar... Ja. Dat klinkt eigenlijk, alsof je gewoon niet de pijn wil aangaan met jezelf. Daar klinkt het. Dat klinkt voor mij zo. Ja, en een voorbeeld is de douche-scène, dag 26. Ik zeg altijd, zoals mijn broertje zei gisteren, ik wil het boek lezen. Ik zeg, oké, maar dag 26 even over. Ja, die douche, ja. Daar gaat het om dat ik denk, als ik nu maar deze man geef waar hij behoefte aan heeft, dan kom ik zo meteen aan de beurt en dan krijg ik die knuffel. Want daar ging het uit. Ik wilde gewoon geborgen en een arm om me heen. En ik ging zo ver dat ik dacht, oké, ik laat het allemaal maar gebeuren, maar zo meteen kom ik aan de beurt. En dan kan ik, ja, en dat gebeurde niet. Nee. En dat ik dan op dat moment eigenlijk daar zat op de grond en dacht, waarom is de hoop dat het uiteindelijk om mij zal gaan draaien of dat ik uiteindelijk krijg wat ik verdien of nodig heb, nog steeds zoveel groter dan gewoon die illusie te willen doorbreken. Want ik zag namelijk, het is een illusie. Ja. Ik zag dat ik was al 30 jaar in dit soort rare dingen verwikkeld.
En ja, net als met middelen. Hoe lang heb jij gebruikt, Reda? Voordat jij wakker werd en dacht, het is genoeg. Bij mij is dat 4 jaar geleden gebeurd. Ja, en in totaal is dat jaren. Jaren met af en aan. Ja, vanaf mijn 11e. En ik even kijken. Ik was 43 dat ik stopte. En ja, ik herken dat wel ook in relaties. Jaar. Ja, zeker ook in die destructieve relaties zitten. Ja. Weet je, dan dacht ik echt dat ik het allemaal voor elkaar had. Maar als een vrouw bij me wegging, dan stortte mijn hele wereld in elkaar. Ja. Weet je, dan voelde ik echt alsof ik dood ging van binnen. Ja. En dan ging ik ook nog meer gaan gebruiken. Omdat ik op een of andere manier hoe zeg je dat? Die teleurstelling niet kon kanaliseren op een gezonde manier. Ja. Ik kon dat niet verwerken. Nee. Dus dat ging ik gebruiken, mezelf nog meer naar beneden halen. Totdat de volgende weer zich aandiende. En dat zag er dan van de buitenkant leuk uit. En dan dacht ik van, deze gaat het worden. Dus eigenlijk, weet je, daar ik op een gegeven moment achter kwam. Is dat ik, ik zeg niet allemaal, maar in heel veel relaties had ik dezelfde vrouw met een ander gezicht. Oh ja. Ik wil zeggen, die heb je ooit genoemd, ja. Weet je, pas toen ik aan mezelf ben gaan werken, toen ben ik hele andere vrouwen gaan aantrekken. En dat zeggen ze ook, ziekte trekt de ziekte aan. Ja, traumabonding. Ik was niet goed bij mijn plaat, maar de meeste vrouwen waar ik mee omging ook niet. Weet je. Dat was heel erg pijnlijk om dat achteraf te zien, want ik heb daar natuurlijk heel veel tijd in verloren, maar ik heb er ook heel veel mensen in pijn gedaan. Ja. De relaties waardoor ik had, door mijn boosheid en niet weten hoe ik op een normale manier moet communiceren, schelden en al die dingen. En dat was gewoon puur onmacht, omdat ik wist niet hoe ik met mezelf moest omgaan en laten staan in een relatie met iemand anders. En als je daar ook nog drugs bij in het spel laat, dan is dat gedoemd om te mislukken. Maar elke keer zei mijn hoofd tegen mij, deze keer is het anders en deze vrouw is anders. Maar elke keer... Want waar ik ook ineens aan moet denken is dat liedje wat nu op nummer 1 staat of stond met Dat heb jij gedaan. Oh ja. Ik had het er met mijn sponsor over. Ja. En dat zij ook zei, sorry hoor, maar dat heeft hij niet per se gedaan. Ook jij hebt een aandeel erin gehad als vrouw, waarin die man ook door kon gaan. En ik zie absoluut mijn aandeel in dit hele geheel. Want ik heb tegen een ex wel in de rechtszaal gestaan. Maar ik zeg niet dat hij 100% verantwoordelijk is voor het leed dat mij is aangedaan door hem. Ik bedoel, ik vraag niet om gestalkt te worden. Maar ik had veel eerder eruit moeten stappen. Ja. Maar ik kon het niet. En net als met verslaving. Je ziet op een gegeven moment, ik zat huilend soms een lijn coke te snuiven. Dat ik dacht, ik wil dit helemaal niet. Nee. Maar ik had geen andere keuze. Ik zag geen alternatief, net als met die relaties. Ja. Alleen zij, nee, maar dan ga ik dood. Ja. Of zo. Ja, raar is dan het. Dan ben ik niks meer waard. Dus, ja. En als je nou dat mocht noemen in een gevoel, als dat om jezelf gaat, hoe zou je dat dan noemen? Hoe ik me toen voelde? Waardeloos. Ja. Ja, er is ook een verhaaltje wat ik schrijf. Want ik ben natuurlijk, misschien moet ik hem er gewoon ingooien, in de escort beland, in de prostitutie voor een man. Op verzoek, een beetje in samenspraak, maar uiteindelijk heeft het een hele twist gekregen. Maar dat ik op een punt stond dat ik tegen mezelf eigenlijk zei, ik ben liever zijn waardevolle high class escort girl dan mijn waardeloze zelf. En zo ging ik maar weer door. Dus ik zag wat er gebeurde. Maar ik dacht wel, nu heb ik in ieder geval waarde. Ja. Ja, dus als ik er nu lach, krijg ik er kipvel van. Ja. En besloot je ook toen je begon met je herstel en met je om er een boek over te schrijven? Of had je dat altijd al? Je dacht, ik ga ooit hier een boek over schrijven. Nee. Gek genoeg heb ik wel heel vaak, misschien herkennen mensen dat ik wel eens in momenten in het leven had dat ik dacht, als ik hier nu muziek achter zou zetten, dan zou ik in een filmscène kunnen zitten. Ja. Ik zie heel vaak mijn leven van, dit zou best wel een mooie scène kunnen zijn. Ja. Maar zo, toen ik ging schrijven, kwam dat wel erbij. Maar waar het begon is dat ik ging zoeken naar een boek over herstel. Ik wilde niet cowboy en indianen verhalen. Nee. Winder, hè? Ik kan het allemaal zelf wel schrijven. Maar wat gebeurt er op de dag dat ik clean, of dat men iemand clean wordt en daar wil ik over lezen. En misschien zijn ze er wel, maar ik kon ze niet vinden. Nee. Dus ik zeg niet dat ze er niet zijn, maar verslaving of herstel of afkicken, ga naar Bol. En ik vond het niet echt. Nee. Een paar boeken wel, heb ik gelezen. Maar echt puur over herstel. En toen dacht ik, dan ga ik het maar doen. Ja, ik heb het gelezen. Ik vond het heel mooi. Ik vond ook heel mooi dat je gewoon ook begon met de dagen. De dagen beschreven. Tot dag 187, Ik geloof half jaar is 86, 87. Ja.
dat je dat beschreef. En de vorm vond ik ook heel mooi. Omdat je dus eruit ging en dan naar het leven in gebruik. En dan weer terugkwam. En dan kwam ik weer het leven met de relaties. Ja. Mij raakte vooral de pijn die je omschreef, die je had, die ik las. Misschien omschreef je dat niet eens, maar ik las dat gewoon. Dat is één, dat je het gestalk, dat lijkt me vreselijk. Als zoiets gebeurt en je bent in gebruik en je bent paranoia en je bent alleen maar bang als je op straat moet lopen. En natuurlijk de liefde die jij heel graag wilde van Nadine? Nadine, ja. Dus die relatie die... Want Nadine gebruikte niet. Nee. Tenminste, ja. Nee. Of nee. Hij dronk. Ja, soms. Maar dat kwam meer dan toen hij mij ontmoette. Maar dat deed hij in principe niet. Dat deed hij in principe niet. Maar jij gebruikte in die tijd. Dat vroeg ik me steeds af. Waarom jou nooit... Kijk, het is makkelijk praten achteraf. Maar waarom nooit heb gezegd... Hey, luister, nou kappen ermee. Nou, dat heeft hij heel vaak gezegd. Ja? Ja. En dan was het weer... er staat een stukje. Dan zat hij weer op zijn scooter. In de zee, op de Zeeburgerdijk. Nee, Zeedijk. Ja. En dat hij zei, tap, kom nou maar mee. Ja. En dat ik zei, dat jij je kinderen naar school moet brengen, hoef ik nog niet naar huis. Ja. En dat stukje Monaco, hè? Ja. Toch? Dat heeft hij ook tegen je gezegd. Je bent alleen maar aan het gebruiken. Ja, daar hebben wij dus echt een fysieke ruzie ook gehad. Dat ik hem kaart wegduwde. Ja. Of hij mij duwde en ik hem een klap gaf en hij in zijn ding ook terug. Ja, en ik snap dat gewoon. Ik bedoel, ik zeg niet, het is nooit een goede reden. Maar ik sloeg hem keihard vlak in zijn gezicht. Hè? Ja. Denk, ik kan er nu wel een beetje om lachen, maar dat ik denk, zijn klap was echt wel harder. En ik ging wel knock-out en hij niet. Maar daar was echt de waanzin compleet. Dat ik alleen maar aan het wijzen was van... Ja, maar jij. En dat hij zei, ja, maar kijk eens even naar jezelf. Ja. En onmacht. Hij kon helemaal niks. Nee. En wanhoop. Heel veel wanhoop heb ik ook in het boek gelezen. Van mij, maar ook van hem. Maar dat is het ook. Het is als je met iemand in zo'n relatie zit... dan is het de wanhoop van alle twee kanten. Want je wilt zelf stoppen en je bent machteloos. Je kan niet stoppen. En de andere die wordt knettergek van je. Ja. En dan gaat het weer een paar dagen goed. Ja. Ja, je kan van hem ook wel zeggen dat het ik zeg altijd van hem van het is een boef met een groot hart. Of een klein hartje zeg je dan, maar een groot hart. Maar hij had heel vaak kunnen zeggen, ik kap ermee. Want voor hem was er ook op een gegeven moment geen aanvullende waarde in zijn leven. Hij heeft een vrouw, kinderen. Ja. Maar dat hij zei, als ik wegga, dan ben ik bang dat je gewoon dood gaat. Dat je jezelf kapot gebruikt. Dus ja, wat hij mij ook aan heeft gedaan, of ik hem, hij heeft me er wel doorheen getrokken. Ja, dan... Ja. Hij weet het wel. Ja. Zoveel pijn van elkaar, zoveel pijn gedaan, maar er blijft altijd liefde over. Ja. Toch? Ja. Mooi. Waar zijn de zakdoekjes, Najib? Die worden nu gehaald. De zakdoekjes worden nu gehaald. Ja, mooi, dankjewel. Die heb ik ook niet geregeld. Nee, wij hebben hier ook niet op gerekend. Op nee, op zoveel staan. Ja. Wow, zakdoekjes. We zijn net begonnen, Najib. We zijn net begonnen. Maar nu al heel mooi. Ik wilde zeggen, ik herken me erin. Ik weet niet. Ik herken me erin. Even stoppen. Waarom? Ja, dat is hartstikke leuk, man, dit. Nee, even stoppen even. Ik dacht al, ik ga je dat roepen. Nee. Ik dacht, ik bemoei me nergens mee. Nee. Zie je wel, je vergeet die camera's gewoon. Ja, ik vergeet goed. Ja, dat is goed zeker. Ja, helemaal niet let op die camera. Nee. Daarom, ik let er te veel op. Daarom kan ik niet naar mezelf kijken. Nou, hij zit recht op mij gericht. Zeg er het op. Hou je buik in. Nee, je moet er helemaal niet op letten. Je moet alleen op letten. Je wordt in het verhaal natuurlijk. Ja. Ik heb bloedheet. Oef. Gaat hij goed, ja, hè? Ja, gaat goed. Ja. Nou, heb je nou zin? Ja, dat is zo. Dit is wat wij doen, toch? Dit is wat wij doen. Wij doen dat altijd. Dat is niet zo moeilijk, hoor. Maar dat gaat vanzelf bij ons. Ja, dat is gewoon een gesprek. Ja, nee, en ik vind het ook niet erg. Ik heb daar helemaal geen moeite mee. Want dan denk ik ook weer, daar zit die liefde. Of ik er wat aan over mocht zeggen. Het mag alles, want het staat in het boek. In het boek staat, omdat jullie geen contact meer hebben. Maar dat gaan we niet. Dan nee, want dat heeft ook weer allemaal een hele wending gekregen. Maar dat is helemaal niet boeiend. Nee. Want het gaat erom dat waar die verdriet natuurlijk nu zit... is toch dat stukje liefdesverslaving weer. Niet inzien, het is klaar. Ja. Nee, het is nooit klaar. Nee. Dat is het probleem. Maar dan gaan we schieten. Of we gaan weer beginnen. En dan ligt er ineens een zakje zakdoeken. Ja. Als je hem hierin legt... Nou, hij weet het zo te knippen dat ik me net eruit haal. Hij kan het zo doen. Ik kan ook even naar je toe gooien. Dat is ook leuk. Ja? Ja, leuk. Ja. Ja, joh. Het is onze podcast.
precies. Dan heb ik deze officieel nog niet. Zie je dit niet? Nee, hè? Ja. Als je nog even een keer zegt, waar zijn de zakdoekjes? Ja. Kunnen we vanaf daar. Ja. Hebben we zakdoekjes? Nee. Ja, kijk. Zie je. Dankjewel. Nee, Marlijn, wat ik wilde zeggen, op een of andere manier herken ik dat in die relatie. Dat je denkt, dit is niet een... Ja, wat is gezond, wat is normaal? Dat beschreef je ook in je boek, hè? Ja. Wat is normaal, wat is normaal? Maar in ieder geval, man, vrouw, vrouw. Maar niet dat iemand nog een partner erbij heeft en kinderen en dan niet voor jou kan kiezen of zo. Hmm. Of dat het allebei, hè, dat je dat allebei goed vindt. Dat kan, hè? Je zegt, nou prima, ik vind het goed zo, maar mijn vrouw weet er niks van. Ja, dan heb je toch een soort van ongezonde relatie. Want als die vrouw erachter komt, wordt ze boos. En... Nou, soort van, het is gewoon rete ongezond. Het is rete, ik wilde dat niet zeggen. Nee, maar we leven in een vrij land. Nee, ja, maar ik zou ook niet die vrouw willen zijn. Nee. Dat lijkt me ook verschrikkelijk. Nee. Dus ja. Ja. En was dat de angst dat je niet alleen wou zijn? Of dat je je zo waardeloos voelde? Of nou ja, met Nadine was het alweer een tandje verder dat ik ook wel zag dat wij hadden echt traumabonding. Hij had zijn eigen shit meegemaakt. Wij kwamen elkaar tegen op het moment dat we allebei heel veel meemaakten. In ieder geval, ik maakte het mee. Hij kwam er net van terug. En wat we bij elkaar vonden was veiligheid, denk ik. En begrip. En ja, even vergeten. Veel 's avonds gewoon uitgaan ze de wereld in. En, dus ik voelde mij door met hem erbij gewoon veilig, letterlijk. Ik bedoel... Ik heb hem af en toe tegen moeten houden dat hij niet met een gun naar die gast toe wist waar hij woont. En ik had soms meer tijd nodig om hem te managen van maak hem niet af. Ja. Dan, want ik zei altijd lange adem, wacht op de aangifte. Want ik dacht, tenminste, ja, dat is ook wrok. Hè? Als je in 12 stappenplan zit, krijg je er ook mee te maken. Hè? Om daarover te schrijven en wat het met je doet en alle personen. Maar ik, ja, weet je, in jouw positie. Dan had ik wel wraak gewild of zo. Ja, klinkt misschien heel eng. Wil niemand op Ja, maar dat heb ik ook. Ik heb ook wraak genomen. Door aangifte te doen. Ja, en door dus voor de rechter gaan staan. Nou, dat moet echt... Hij is van zijn bed gelicht, hè? Ja. Hij zal ongetwijfeld, als hij nog ergens mij volgt, dit gaan zien en horen. Mm-hmm. Maar op 8 januari is hij gewoon 's ochtends om 7:30... terwijl hij misschien zijn kinderen naar school wilde brengen... Ja. Voor de deur ding-dong met uniformen al opgehaald. Ja. En vanaf dat moment, een uur daarvoor stuurde hij nog een bericht... is het gestopt. Dus hij moest... opgepakt worden om het te stoppen. Ja, dat is sorry, maar dan heb ik echt gewonnen, hoor. Nee, absoluut. Dat voelt wel zo. En dat is Ron. Dat is Ron. Dat is Ron. Ja. En die had ook een vrouw en kinderen. Ja. En dus er is toch wel een patroon in. Zijn het alleen deze twee mannen geweest? Dit zijn de enige getrouwde mannen geweest. Of gebonden mannen, laat ik het zo zeggen. Maar eigenlijk waren alle mannen in mijn verleden wel op een bepaalde manier onbereikbaar of onbeschikbaar. Ja. Ja, dat maakte het... interessant, avontuurlijk. Van waarde of zo. Yeah. Ja, en één vriend was... ik voelde het me al een beetje aan... van een soort autistisch spectrum zit hij. Nou, hij weet dat nu, kan dat bevestigen. Maar het was gewoon een ingewikkeld persoon... en die vond ik interessant. En dan wil ik doorheen prikken. En bij mij kun je wel... Als ik met jou ben, dan ga je wel over je gevoel kunnen praten. Weet je wel? Ik red jou wel. Ik ga jou redden. Zit er ook een beetje in. Yeah. En je hebt mij nodig. Dus dat is een beetje de overtuiging die ik had van... ik moet van waarde zijn voor een ander, dan heb ik bestaansrecht. Dat is gewoon echt zo'n lage eigenwaarde. Ja. Dat je iemand anders nodig hebt. Ja. En dan zit je je eigen... Ja. Laat je over je eigen grenzen heen gaan om maar geliefd te worden. Ja, en nu kan ik er zo achteraf over praten met de kennis van nu. Maar toen voelde dat natuurlijk... en vind ik nog steeds raar om er zo naar te kijken. Maar ik durf echt te zweren dat de vrouwen nu zich herkennen en zeggen... nou, maar 100%. Ik niet... Maar zo erg was het bij mij niet. Nee, maar het gaat er niet. Het gaat dus niet om hoe het zich uit. We hoeven niet allemaal de escort in zijn gaan voor een man. Maar hoe onhanteerbaar is je leven geworden? Hè? Hoe vaak bel je een vriendin af om dan toch even dat vriendje te zien? En hoe vaak ga je dan toch maar niet sporten omdat je toch liever een date hebt? Of, weet je, het zijn die kleine dingen. Als je dat vaak genoeg doet, dan zit er toch echt een patroon in. Als ik hem maar zie en als hij maar in mijn leven is, dan wordt het wat. De codependency noemen ze dat. Ja, codependency. Ja. Kun je misschien wat meer over codependency uitleggen? Nou ja, codependency heeft meerdere patronen.
Dus iemand kan zich herkennen in bijvoorbeeld je hebt controle, je hebt vermijdingspatroon, je hebt het compliant, dat is aanhankelijkheid. Er zitten verschillende patronen in. Dus zoals ik dus compliant altijd was, heel erg meegaand met een ander, is die ander bijvoorbeeld de controle. Dus zoals Ron, die zat in het controlepatroon. Dus er kunnen twee mensen in hele verschillende rollen, allebei codependent zijn, zoals ze dat dan noemen. En het gaat er in ieder geval om dat je jezelf vergeet. Dat je de liefde voor jezelf niet voelt. Geen grenzen kan aangeven. Of over grenzen heen gaat. Ik volg ook de zelfhulpgroepen van Codependence Anonymous. Heel ook. Ingewikkeld is het. Ja. Maar daardoor... Ik ben er één keer naartoe gegaan. Ik dacht dat ik heel erg ver was. Oh, ja. En toen ik daar zat, dacht ik, ik heb nog een hele lange weg te gaan. Want ik denk dat codependentie toch hand in hand gaat met verslaving. Nou, heel eerlijk denk ik dat codependentie dat de onderliggende verslaving is. Ja. Middelen was bij mij maar een middel. Ja, ja. Dat was een symptoom, hoe zeg je dat? Maar het probleem is een lage eigenwaarde. En ja, ik durf bijna wel te zeggen dat bijna elke verslaafde dat het probleem is. Ja, ja. Ik ben geen helderziende, maar het gaat in ieder geval... De herkenning zie ik bij velen van... ik ben het niet waard. Of ik ben niet belangrijk, of ik... Ja, zoiets. Voel jij dat ook zo? Dus je bent het niet waard, je voelt je minder dan anderen. Maar zodra je het gebruikt, ben je daar weer. Ja. Zodra je een goede lijn hebt genomen. Of je lekker denkt, ik ben one of the guys. En als dat weer afzakt en je bent weer de volgende dag. Ja, dan zijn we het er toch over eens dat de drugs dus niet het probleem was. Nee, absoluut niet. Dat bedoel ik. Ja, ja dat heeft iemand vaak, toen uitgelegd. Dat de drugs maar een klein beetje van het geheel. Dat komt uit vroeger. Ja. Uit het gemis van mijn vader. Uit het nooit ik hou van jou kunnen zeggen. Of echt met hem kunnen praten, weet je wel. Dat komt pas later. En bij mij staat het in de familie, weet je wel. Ja. En ik dacht dat het nooit, ik wil nooit zoals hij doen, weet je wel. Ja. Maar ik ging die grens nog overheen. Ja. Weet je wel, hij stopte, misschien vanwege geldgebrek of wat dan ook. Ja, ik ging gewoon pinnen. Maar hoe voelde dat dan voor jou? Heb je dan elke keer als je dat deed, dacht je, oh shit, deed mijn vader ook? Of heb je dat niet? Dat kreeg ik pas later. Ja. Ik pas later door. Dus je hebt het ook echt heel vaak blind. Ja, in het begin. Ja, ik ben niet verslaafd, weet je wel. Ja, maar ik ben niet die junk. Kijk, ik heb een baan. Weet je, ik ga nog uit. Ik heb nog vrienden, weet je wel. Dat ben ik niet. Ja. Maar weet je wel, als je dan niet hebt gebruikt en dan over na gaat denken, ik ben nog veel erger, man. Ja. Mijn vader had nog een klein beetje voor zijn gezin over, of een klein beetje, weet je, bij mij. Ik had een kind en een vrouw, ja. Het was, drugs was het eerste waar ik aan dacht, waar ik mee wakker word. Wanneer ga ik gebruiken, hoe ga ik gebruiken? Weet je wel, zo egoïstisch. Ja. Dat was, ja, daar schrik je dan van. Weet je, en nu, achteraf, wat jij zegt, weet je, achteraf kun je er een soort goede kijk op hebben. Weet je. Denk ja, een soort puzzel, zie ik het. Je gaat de puzzel en nog steeds zijn er puzzelstukjes, hè, die zo... Ja. Ik heb een weekendtrip gehad naar Marokko. En daar heb ik dus ook twee familieleden die ook ineens zijn gestopt met alcohol. Uit het niets. En ze hebben daar geen kliniek of 12 stappenplan. Maar die waren er klaar mee op een gegeven moment. Maar uit het niets ouder. Of door jou? Dat bedoel ik. Nee. Ja, nee. Ik durf het niet te vragen. Ze weten het van mij, weet je wel. Ze zijn er heel trots op en ze weten dat van de kliniek. Maar we hebben daar nog niet over gepraat. Ik was er te kort om te zeggen, maar waarom ben je nou gestopt? Weet je, maar die zijn allebei gestopt. En hij zegt, ja, nu al 2 jaar. Ik drink al 2 jaar niet meer. Ik voel me top. Ik wat mooi, man. Knap, kon ik dat maken? Nee. Ja. Dus, ja, ik heb het geprobeerd, Dus puzzelstukjes vallen nu echt zo heel mooi in elkaar. En er zijn nog een aantal puzzelstukjes waar ik nog op zoek naar moet gaan. Maar daarom, en dat doe ik door me te verdiepen in andere mensen. Nou ja, wij doen het vaak in meetings, weet je wel. Voor de mensen die niet weten wat een meeting is. Maar zelfhulpgroepen waar mensen sharen, hun verhaal vertellen. Ja, daar haal je zoveel dingen uit. En ik heb dat ook eigenlijk uit jouw boek gehaald. Jij kan heel mooi de 12 stappenplannen uitleggen in, wat ik altijd zeg, Jip en Janneke taal. Oh. Weet je? Nou, het is, ja, ja ik, het zeggen, is, ik heb ook een goede leraar gehad. Hè? Ja. Maar het is wel voor iemand die... Ja, voor iemand die dat het nieuw is dit, is het toch wel heel mooi om te lezen, ook de voorbeelden die jij geeft.
En dat het ergens bij jou vandaan komt. Doordat je therapie heeft. Dat ook in het boek. De EMDR. EMDR. Ja. Ik ben nog niet helemaal thuis in dat soort. Nee, daar zweer ik echt bij. Ja, hè? Echt waar. Ja. Ja, dat heeft mij echt zo teruggebracht naar de kern van. En het probleem waar de echte pijn zat. Maar ook naar de kern van mij. Kun je misschien uitleggen wat het precies inhoudt? EMDR. Ja, goeie vraag. In jouw iets woorden. Met eye movement. Nog iets. Dus waar het precies voor staat, durf ik even niet meer te zeggen. Maar het is met vingerbewegingen. Ja. Maar het grappige is... Is dat iemand dus zo... Nou, met hypnose? Voor de mensen die wel beeld zien, dan gaat het dus met vinger links naar rechts. Soms ook diagonaal en dan met een zichtzag. Dat doet de psychiater of de psycholoog. Dat kan ook met lampjes. Ze doen het ook met lampjes. Okay. Nou. Maar ik heb het zelfs zo met een butterfly methode moeten doen. En dat is voor kinderen. Dan kan je ogen dicht doen en dan moet je naar een herinnering. En dan zei ze, doe je ogen dicht en tap maar om en om met je vingers op je linker en rechter. En dat heb ik achter de laptop gedaan. Dus ik denk dat ik de eerste in Nederland ben geweest die dat gedaan heeft. It works, maar niet iedereen is daar zo vatbaar voor. Hè? Dat is mij ook wel verteld. Bij mij pakte die gewoon heel goed. Ja. Maar ja, het is inderdaad... wat het idee is dat je... Wat ik in ieder geval heb gedaan is... Bijvoorbeeld, ik wil de uitspraak... Ik ben het niet waard. Wil ik omkeren, daar wil ik vanaf. Ja. En dan zei ze, oké, we beginnen met ik ben het niet waard. En dan begin je die bewegingen of die vingers te volgen... Of die taps te doen... En dan komt er een herinnering, wat vaak bij die uitspraak hoort. En zo ga je steeds of verder in de tijd, of verder in de pijn. Of ja, en uiteindelijk kom je bij de kern. En dan ga je ronde na ronde. En elke keer begin je opnieuw om te kijken, wat komt er nu weer? En op een gegeven moment komt er geen herinnering meer. En dan ga je hem positief draaien. En dan zeg je, goh, wat zou je willen dat het is? Ik ben het waard. Ja. Nou, dan gaan we die installeren, zo kun je het ook een beetje noemen. Dus ja, het heeft mij echt... Wauw, ik zou zeggen, alleen maar clean worden was voor mij echt niet de hobbel. Die traumatherapie was voor mij. Ja. Wat mij in ieder geval. Het is NN. Ja, het is combinatie moest het zijn. Want je kan ook EMDR niet doen in gebruik. Dat bestaat, dat kan niet. Dus ik moest het samen doen. Maar dat heeft mij echt het licht doen zien hoor, in die combinatie. Ja. Ja. En hoe lang duurt zo'n therapie of zo'n sessie? Nou, EMDR duurt, dat kan een half uur duren, 50 minuten. Maar ik had 3 keer per week met haar een afspraak maandenlang. En ik denk dat ik wel 20 EMDR-sessies heb gedaan. Dus een aantal sessies. En ik heb echt alle therapie gevolgd. Hè. Ik heb nog net niet op een paard gezeten. Dus ik was helemaal klaar met praten. En toen zei zij, dan gaan we dit doen. Wow. Ik denk dat ik bijna niet echt met haar gepraat heb. Alleen maar voelen, teruggaan in de tijd. Je gaat in een soort hypnose-achtige staten. Ja. Dus ik kon niet meer redeneren. Okay. En als ik ga redeneren, dan komt er een boek uit. Hè? Ja. Ik bedoel, dan gaat het, dan houdt het niet meer op. En... dus dat vind ik een hele mooie therapievorm. Ja. EMDR is heel erg goed. Ik heb er heel veel over gehoord, maar bij jou. Het is meer hoe ik het uitleg, is het probleem zit hier zo. Ja. En op een gegeven moment zorg ik ervoor dat het probleem daar komt, zodat ik gewoon ook overzicht heb. Dat het niet alleen maar nog in mijn face is. Ja. En hoe meer het hier is, hoe meer ik er van alle kanten naar kan kijken. Ja. En daarop hulp kan vragen. En als het weer naar boven komt, dat ik dat kan bespreken met iemand anders. EMDR heeft er ook voor gezorgd dat er sommige dingen van het verleden gewoon niet meer... Het is een soort van langspeelplaats, hè? Ja. Weet je, dat elke dag weer hetzelfde gedachte weer. Daar hebben we wel eens voor gezorgd dat die langspeelplaat op een gegeven moment steeds zachter werd. Of ik hoorde hem af en toe niet. Ja. Het heeft me echt... En is het weg? Ja, het meeste is weg. Het meeste is weg. Ik voor mezelf... ik zit nu weer in een nieuwe therapie. Dat noemen ze schematherapie. Ja. Oké. Okay. Heb ik niet blijf gehad, gewoon, het is voor mij heel erg belangrijk om aan mezelf te blijven werken. Ja. Want ik kom gewoon van heel ver en er is gewoon heel veel gebeurd. En er zijn heel veel dingen die ik nog geen plekje heb gegeven. Of ik niet weet waar ze vandaan komen. Dus ik ben heel erg blij dat ik met deze... Ik heb 2,5 jaar heb ik op de wachtlijst gestaan. Wow. En toen was ik eindelijk aan de beurt. En toen dacht ik, nou, het gaat niet zo goed. Ik moet het niet gaan doen. Ik ben heel blij dat ik het gedaan heb. Maar er komt heel veel oud zeer weer naar boven. Ja. Ja. En dat moet ik dan, dat triggert mij. En het heeft toch te maken met met mijn kindertijd. Weet je, bepaalde gevoelens die ik niet een plekje heb kunnen geven. En dan kan ik heel kinderachtig reageren op bepaalde situaties. Ja. En nu kan ik het allemaal in kaart brengen. Dan denk ik, oh ja, dit heeft te maken met toen. Ja. En want als ik dat niet doe, dan ik kan zomaar uit het niets gewoon boos worden. En denken van waarom gebeurt dit nou? Of heel kinderachtig reageren op bepaalde gedragingen. Kijk, als je begint met drugs gebruiken, dan ga je gewoon, ik in ieder geval emotioneel niet verder groeien. Nee.
Nee, dan zit je zelf echt in de wacht. Echt in de wacht. Ja. En op een gegeven moment ben je 30 jaar verder en opeens word je clean en dan moet je met bepaalde gevoelens omgaan. Ja. Ik vond het zo moeilijk. Ik ben blij dat ik ook in het programma zit met mensen zoals jullie. Ja. Dat ik mensen kan bellen en zeggen van, ik snap er helemaal niks meer van. Hoe doe jij dat? Ja. En dat vind ik wel mooi aan die meetings. Dus niet van de drank of drugs, de middelenverslaving, maar dus de codependency meeting. Ja. Dat je daar leert, wat ik heb geleerd is, je bent dus eerst, misschien kennen jullie wel, dat onbewust onbekwaam. Dan heb je geen idee wat er al misgaat. En wat ik daar geleerd heb, is ik werd heel bewust onbekwaam. Dus ik ging heel goed zien waar ik steeds de mist in ging. Zoals mijn vader vroeger altijd zei, het was een straat met een gat erin. En je loopt elke keer doorheen en elke keer flikker je weer in dat gat. Op een gegeven moment loop je er een beetje omheen en een enkeltje erin. En op een gegeven moment kies je gewoon een andere straat. Ja. Weet je wel? En dan dacht ik, zo simpel is het. Maar zo simpel is het niet als je daar loopt. Nee, precies. Vooral wij willen de snelste weg, hè? Nee. En dat, wat ik dus leer in die meetings, is elke keer even naar situaties achteraf kijken. Dan flikker ik weer in dat gat. Maar dan kan ik in zo'n meeting één keer in de week even met elkaar delen van, dit overkwam mij. En volgens mij had ik beter dit of dat kunnen doen. En dan zie ik mensen knikken of niet. Ja, of je praat wat na. Ja, en nu ben ik zover dat ik dus bijvoorbeeld laatst de Nadiem tegenkwam. En alles in mij zei, bellen, van blok halen, hopen dat hij belt, stoppen, kijken of hij stopt. En het enige wat ik deed was met 130 door de tunnel van Centraal net zo lang doorrijden, totdat hij niet meer achter me reed. En toen dacht ik, wauw, ik was zo trots. Want ja, ergens hou ik van hem. En ja, ik had hem graag willen zien. Maar of het goed is, nee. Nee. Was je meteen trots? Ja, ik moest heel hard huilen toen ik door die tunnel heen was. Okay. Want ik dacht, ik zag hem in mijn spiegel zo afgaan. En ik dacht eerst, wow. En toen, hij did it. Ja, en ben ik hier nou blij mee, dacht ik nog. Is het nou, was het nou de bedoeling? Voelt heel natuurlijk volgens mij. En dat is het. Op een gegeven moment word je dus bewust bekwaam. Of ja, bewust bekwaam. Van, ik heb net iets heel goeds gedaan. En hoe vaker ik dit ga oefenen en doen. En het is letterlijk oefenen. Het is gewoon kaartwerken. Word ik hopelijk op een gegeven moment onbewust bekwaam. Dan gaat het vanzelf. Ja, en daar. En dat bewust onbekwaam, dat is echt een kutfase. Dan zie je dus, dat gaat mis. Hier ga ik ook altijd een mist in. Maar ja, je moet er doorheen om in die goede baan te komen. Ja. Dus ja, en dat gun ik iedereen. Mm-hmm. Alleen het kost wel wat zelfonderzoek, hè? Dat weten jullie ook, denk ik. Ik heb je boek gelezen. Je bent door heel veel dingen heen gegaan. Heel veel pijn in een hele korte tijd. Ja. Ook, als we even terugkomen op Ron. Ja. Dat je daar op een gegeven moment de escort voor in bent gegaan. En dat je dat op dat moment ook nog een goed plan vond. Ja. Want je ja. stond, wat ik las, is dat je er echt achter stond. Ja, en vooral omdat ik dacht, hij praatte over een meisje die dat ook deed. En mm-hmm. hij praatte zo trots over haar. Van, ja, ze doet het ook. En 50-50. Hè? Toen dacht ik nog, dat is makkelijk verdiend. Maar toen dacht ik niet, wat doe jij voor die andere 50%? Ja, dat dacht toen jij dat ook. Was, dacht ik, wow, dat is wel een hoop. Je moet afstaan. Ja, maar dat is dus een beetje het ongelijke spannende aan dat spel, zeg maar. Ja. Maar ik dacht vooral, ik wil ook dat hij zo over mij praat. Dus daarom zei ik ja. En ik dacht, ik zeg nooit ergens nee tegen. Maar ja, dat heeft natuurlijk een hele draai. Wat deed dat met jou? Want aan de ene kant wil je dat iemand trots op je is. Maar aan de andere kant verkoop je je lichaam. Ja. Nou, dat laatste niet. Hoe verkocht je dat aan jezelf? Ik krijg het even warm, mensen. Ja. Ik kreeg het ook even warm toen het boek lag. Wow, die scène is die beschreef. Het is heel erg intiem. Ja. Het is heel erg rauw. Het is heel erg intiem. Ja. Het is ook heel veel pijn. Ja. Af en toe moest ik hem ook even wegleggen. Ja. Weet je, want je ging van de ene rollercoaster in het was een grote rollercoaster. Ja. En ook gewoon het feit dat je denkt van, hey, ik doe iets goeds. Ik ben iemand blij aan het maken. Ik word geliefd. Ja. En aan de andere kant denk je bij jezelf, waar ben ik in godsnaam aan begonnen? Wat doe ik? En zo was het wel. Want er werd sowieso in die tijd dat ik dat ging doen, zeg 2016, een beetje up and running, zeg maar. Ja. Dronk ik veel wijn in de weekenden dat ik dat deed. Soms zat ik in een hotel en soms ging ik naar hotels of dan was het echt escort afspraken met mannen thuis. Of stel, of maar meestal mannen. Maar vaak was het ook, en dat is het grappige, ik heb ook echt heel veel plezier gehad. Want het waren vaak mannen die gewoon een beetje aandacht wilden. Ja. Dus ik kon gewoon een avond uit eten, de kroeg in en er waren een aantal die hadden flink veel geld. Dus ja, het was gewoon, maakt niet uit, blijf nog maar een nacht, weet je wel. Anders zat ik ineens in een penthouse ergens in Antwerpen of zo. Ja. Dus ja, ik wil het niet mooier maken dan het is. Maar ik heb het nooit aan de eerste 2 jaar dat ik dat deed af en toe, heb ik het echt wel met veel plezier soms gedaan. En dat klinkt heel raar, maar dan ging het vooral om de aandacht die ik kreeg. Want ik kreeg natuurlijk volledige bevestiging de hele tijd. Ja. En
Ja, ik wou zeggen, en er was ook seks. Weet je, ja. Dat was totaal niet belangrijk voor mij. Een betaalde date? Het is paydates, hè? Dat is eigenlijk een beetje waar het op neerkomt. Ja, en dat was wel mooi. Niet voor de drugs. Nee, dat was niet het was niet om mijn middel te hoeven betalen. Precies. Nee, ja. Dat heb ik nog wel overwogen. Maar ik weet wel, toen ik dat dacht, als ik mijn middel nu moet betalen en mijn lichaam daarvoor moet verkopen, dan kap ik ermee. En dat was het punt dat ik ook kapte. Ja. Toen ik echt geen geld had, dacht ik, dit is de enige manier. Ja. En dat wilde ik niet. Dus ik heb ergens wel gevoeld, op het moment dat ik het moet doen voor geld, ja, dan gaat het niet goed in mijn hoofd. Dan krijg ik ook kortsluiting. Dus ik heb dit echt voor spanning en avontuur en aandacht en liefde. Soms, die mannen werden ook verliefd, hè, soms. Er zitten misschien nu iemand te kijken en te luisteren. En denken, die vrouw ken ik. Ja, maar ik kom uit de Nieuwmarktbuurt. Hè. Ik ben opgegroeid door Nieuwmarkt. En ik ken heel veel meiden die dit werk hebben gedaan. En ik heb ook heel veel gekend in het uitgaanscircuit. En die voelden zich daar helemaal top bij. Weet je, om dat te doen. Dus het is ook een beroep, hè? Het waren soms gewoon one of the guys. Weet je, hun zagen dat gewoon echt als werk. En hosselen. Het was gewoon echt hosselen. Ja. Ja. Iemand gewoon leegtrekken. Ja. Pezen noemen ze dat in het Amsterdamse. Amsterdam, weet je, en vooral er waren heel veel van die dames, die hadden nog alleen seks. Nee. Iemand betaalde gewoon zwaar. En dan kwamen ze naar buiten en zeiden ze, nou, ik heb er weer eentje. En die heeft gewoon 2 uur lang lopen lullen met ze. Dus ik heb dat om me heen gezien. Ja. Alleen er zit op een gegeven moment die andere kant aan vast. Als je het geld gewend raakt. Ja. Weet je, hoe was dat voor jou om daar mee om te gaan? Ik betaalde er wel letterlijk ook mijn rekeningen van. Maar ik liet elke 2 weken mijn nagels doen. Ik kocht alle mooie kleren. Maar ik moest ook echt werkelijk wel ook echt kosten alles ervan betalen. Want ik zat niet in de WW of zo. Dus ik had een klein baantje toen. Dan begon ik een beetje in de hotellerie. En dit deed ik ernaast. Dus dit was eigenlijk mijn inkomen. Maar het is zwart, dus je kan er geen ruk mee. Nee. Dus vooral vakanties van betaald. Gewoon cash ergens betalen voor een vakantiehuis. Weet je, maar we mogen gewoon contant betalen. Okay. En zaten we in een villa met die andere meid die dit werk ook deed. En vooral het dubbelleven vond ik heel erg. Dus iedereen niet kunnen uitleggen waar je dat allemaal van doet. Ja. Uiteindelijk wat ik overhaald, hield een auto van gekocht bijvoorbeeld. Weet je wel, daar rijd ik nog steeds in. Vond het af en toe wel een beetje weird. Ja. Dat je denkt, dat is daarvan het laatste overblijfsel, zeg maar. Ja. Het geld went. Maar het bizarre was ook, ik merkte dat het ging omturnen. Dat het niet meer iets tussen Ron en mij was. Dat op het moment dat hij zei, maak ze verliefd op je. Trek ze leeg, weet je wel, dat. Ja. En toen dacht ik, en dat deed ik ook weer voor hem. Want ik wilde ook weer. En dan, de uitspraak die raakt me nog steeds. Dat ik dan op een gegeven moment tellen was. En dan 2 dubbele stapels en enveloppen. En dan kwam niet halen. En dan ik zei, alsjeblieft, ben je trots op me? Zei hij, ja, goed gedaan, hoertje. Ja, en toen dacht ik, daar ging het mis. Ja. Dus toen wist ik, dit, nee. En hoorde dat niet bij het spel? Want ik heb je boek gelezen. Weet je, het was ook een spel wat je graag liet spelen met jou. Ja, het was een soort de ongelijkheid. Hè. Hij leidde, ik volgde. En dat heeft vooral te maken met hoe lager. En ik zeg niet dat alle vrouwen die dit doen dat hebben. Maar ik kan wel terugkijken van mijn eigen waarde was zo laag. Dat ik dat ook nodig had om bestaansrecht te hebben of zo. Hè. Dat kan nog steeds een opwindend iets voor zijn voor mensen. Maar bij mij was het echt niet okay. Want op het moment dat hij mij ging behandelen als jij bent mijn bezit. Hij vergeleek mij wel eens met een oude telefoon. Ik kan jou in de la leggen en als mijn nieuwe telefoon kapot is, dan moet ik die oude kunnen pakken. En dan moet hij het gewoon doen. Wauw. Okay. Dus als jij bij me weggaat. Ja, daar wordt je eigen waarde niet beter van. Nee. Dat was wel een beetje aan het einde dat ik zei, maar hallo, ik snap wat je zegt, maar dit blijft een spel, hè, Ron? Ja. En dat hij zei, hij ligt in mijn la. Okay, dus hij vond dat op een gegeven moment was het geen spel meer. Maar dat bleek het misschien, en dat zal ik nooit weten, en alleen hij kan het antwoord geven, maar dat zal hij ook niet doen, is ik vermoed zelfs dat hij vanaf dag 1 dit zijn plan was. Dat hij gewoon een volwassen loverboy is. Want ik was niet het enige meisje. Nee. Maar goed, dat laat ik in het midden. Want hij is op zijn manier ook ziek. Ik denk niet dat hij dit... ik denk dat hij ook een ziekte heeft. Laat even in het midden. Ja. Maar hij is ervoor veroordeeld dat hij daarna mij gestalkt heeft. Maar het aandeel waar dat ik doorging lag bij mij. Hè? Dus dat accepteer ik ook wel. Je kan op een bepaalde manier iemand dwingen. Maar hij heeft niet een mes op mijn keel gezet. Toen die mij ging stalken, toen ging die mij bedreigen. Van als je nu bij me terugkomt, dan maak ik het publiekelijk bekend. Wat je allemaal hebt gedaan. En hoe zou die dat doen?
Nou, hij meldde mij bijvoorbeeld aan of hookers.com of zoiets. En dan zag ik weer een ding. Maar ook, of een inlogcode kreeg ik dan weer. Maar ook gewoon zeggen, van een foto van mij sturen en zeggen, wat zou je vader ervan vinden? Zullen we maar weer eens praten? Oh, dus gewoon ook chanteren? Ja, dat is gewoon niet letterlijk. Maar gelukkig heeft de politie dat allemaal toen verzameld. Ja. En my god, dat was echt een fulltime baan. Ja, want ik las ook in je boek dat hij ook filmpjes van je had gemaakt. Ja, waar hij mee dreigde dat op het internet te zetten. Ja, of als ik op mijn werk zat, dan stuurde hij een foto in mail. Dus dan open je mail, dubbelklik. En ik had zulke groot scherm op mijn werk. Wow. En dan ineens stond ik zelf daar. Bizar zeg. Ja, dus ik kon op een gegeven moment ook niet meer ergens anders werken dan in de kelder. En we hadden dus ook een kelder, souterrain kantoor. En ik zei, ja, ik durfde gewoon niet meer boven mijn computer te openen. Werd je drugsgebruik ook erger in die tijd? Nou, toen kwam ik aan de kook. Want toen ik met hem kapte in 2018 en in 2019 hij op een dag zei, lekker hè, raampjes open, lekker doorwaaien. Dat ik dacht, jij woont niet in de buurt, verre van. Nou ja, in ieder geval, je rijdt hier niet zomaar. Toen voelde hem niet goed. En in die tijd ontmoette ik ook Nadiem. En kwam ik met dat lijntje coke in aanraking via een gebruikersvriend. En toen was ik ook meteen hooked. Want hoe kon ik in godsnaam blijven staan, terwijl ik ook al heel veel dronk, wilde blijven werken en wilde dat niemand ervan wist. En ik wilde mijn ouders niet lastvallen, want mijn vader was al ziek. Dus ik moest het eigenlijk alleen dragen. Ja, wat doe je dan? Snuiven. Ja, ja, dat heb ik gedaan, laat ik het zo zeggen. Om zoveel ballen hoog te houden. Ja, ja, en gewoon niet willen toegeven dat het niet meer ging eigenlijk. Hè? Ja. Dus je hebt dat ook vaak gezegd van dat je dat gewoon deed om je ballen hoog te houden. Nee, ik zeg de herkenbaarheid in jouw boek. Gewoon even naar de Albert Heijn. Eerst even een snuifje nemen. Ik ga boodschappen doen, even een snuifje nemen. Gewoon voor alle dingen die je gaat doen, even een snuifje nemen. Omdat ik een soort van angst, bang was voor. Ik moet nu de straat. Ik ga mijn kind halen. Dan kan ik nog één snuifje nemen. Ik ben op visite. Kom eraan. Even een snuifje nemen. Dat herkende ik in jou. Ja. Ik dacht dat ik de enige was. Al naar de Albert Waar Heijn. Waar denk je dat al die dealers aan verdienen? Ja, even naar de Albert Heijn een snuifje nemen. Je zegt toch, even naar de Albert Heijn. Laat ik mijn boodschappentas pakken. Ja. Nee, ik dit. Even naar de Albert Heijn. Ja, eerst snuiven, ja. Was ik in de auto? Anders kom ik niet binnen. Ja, dat loopt niet meer. Even in de Albert Heijn. Oh, komt die man aan. Hallo. Wegkering. Snuifje nemen. Hup, een Albert Heijn binnen. Dat is zo. Gewoon, en je hebt het op een gegeven moment overal voor nodig. Ja, soms lezen ze dat ook in die kaarten. Weet je, zelfs voor een normaal telefoongesprek. Ja. Ja. Gewoon, weet je, voor alles. Om wakker te worden. Dat ga ik nu tegen hem zeggen. Ik ga nu iets tegen hem zeggen. Nou, wacht maar. Ik ga het hem nu gewoon vertellen. Ja. Nog één keer. Dat is zo. Ja. Want even terugkomen op die tijd. Want je vader is op een gegeven moment ernstig ziek geworden. Ja. Dat raakte mij heel erg in jouw verhaal. Bij mij was dat toen mijn kind geboren werd. Was het een beetje hetzelfde. Ja. Weet je, dat ik in het grote ziekenhuis ben. Grote bewegingen in je leven. Zeg grote bewegingen in mijn leven. Bij jou was dat je vader. Dat je vader ernstig ziek werd. En je zat al, je werd gestalkt op dat moment ook nog. Ja, heftig. Ja. Heel heftig. Ja. En dus je zat ook met hem. Mijn vader werd ook bij gebruikt. SMS'jes, gespoofing, hè. Ja. Alsof het mijn vader was, terwijl hij al half in coma lag. Ah, bizar. Wow, echt ziek gewoon. Heel heftig. En je bent gewoon blijven gebruiken. Ja, en veel. Juist zodat ik erbij kon blijven. En uiteindelijk ben je ook nog voor je vader gaan zorgen? Nou, zorgen in de zin van, hij zat in het ziekenhuis en ik bleef aan zijn bed zitten met mijn broers en mijn moeder. En ik smeerde altijd zijn handen lekker in en zo. Ja, zei hij, oh, en lag hij te kreunen in zijn bed. Van, dat was het enige wat ik voor hem kan doen. Ja. Lekker even En je gebruikte toen ook, hè? Ja, toen dus heel veel. Gewoon, ik had loopneuzen van de coke, omdat ik gewoon en moest huilen en weer moest snuiven. En dan zei mijn broer, ik blijf vanavond bij hem. En mijn moeder heeft ook een nacht bij hem. Maar dan wilde ik in een hotel zitten in de buurt. En dan zat ik de hele nacht te drinken en te snuiven. Ja, dat is gehoord waarschijnlijk mijn moeder nu ook voor het eerst. Maar het was, ze wist het wel. Maar ik dacht, als ik gebeld word, wil ik er naartoe. En uiteindelijk was ik degene die daar zat. En toen het gebeurde, en ik weet nog dat ik mijn broer belde, je moet nu komen. En ik hing op en 2 minuten later was het al gebeurd. Dus ik wist gewoon, ik wilde daar zijn. Als geloofde ik niet dat hij er niet meer zou zijn. Dat had ik bedacht. En godzijdank. Maar ik vind het ook wel heel sneu voor mijn broertjes en mijn broer, dat ze er bijvoorbeeld niet bij waren. Toen mijn kind geboren werd, weet je, ik was gewoon een junk. Weet je, ik had 14 jaar geen basecoke gerookt. Ik was gewoon echt een junk. Dus toen ik in het ziekenhuis zat en mijn kind iets puurs werd geboren, weet je, ik had mijn kind in mijn hand en er wordt ze nog steeds geraakt. Ik was gewoon een junk. Ja.
Ja. Ik was gewoon echt een junk gewoon. Ik had gewoon gebruikt. Terwijl we net voordat dat mijn kind geboren werd. Ja. En dat die pijn die voelde ik weer toen ik je daar dan zie zitten, weet je, dat je bij je vader wil zijn, maar ook de machteloosheid, dat je gewoon, je moet het gewoon doen, anders kom je daar niet doorheen. Ja, dat heeft mij echt geraakt. Ja. Dat heeft me echt geraakt in jouw boek. Dat heeft me echt laten zien dat verslaving gewoon een ziekte is en dat de liefde voor mijn dochter die net geboren wordt, of de liefde voor je vader die op sterven ligt. Ja, en voor mijn moeder, om daar ook te willen zijn voor haar. En terwijl ik op dat moment er wel van overtuigd was, ik moet dit doen, want als ik nu stop, dan hebben ze ook niks aan mij. Maar het voelde ook niet goed om het wel te doen. Dus ik zat volkomen vacuüm. Ja, gewoon, het is gewoon echt machteloosheid. Ja. Je moet het gewoon doen. Bizar. Ja. Hoe ben je daarmee omgegaan daarna? Vond je het moeilijk om jezelf daarin te vergeven? Want ik heb jarenlang heb ik mezelf echt gehaat daarvoor. Ja. Weet je? Terwijl ik gewoon weet dat ik hier rationeel weet ik dat ik ziek ben. Ja. Maar ik blijf ook nog terugvallen. Ja. Maar ik voor mij heeft het jaren geduurd om mezelf te vergeven. Dat ik dat heb gedaan. En daarna heb ik natuurlijk nog veel meer dingen gedaan die echt niet door de beugel konden. Nadat mijn kind was geboren, ben ik gewoon door blijven gebruiken. Dat heeft gewoon nog jarenlang geduurd. Ja. Weet je, hoe heb jij jezelf daarin kunnen vergeven als jij het al moeilijk vindt om... Ja, nee, wat er gebeurd is, denk ik, en dat is vooral in de EMDR-sessies gebeurd, want... jullie weten dat al, dat ik moest mijn vader begraven. Een week later bleek ik zwanger te zijn van Nadine, de man met een vrouw en kinderen. Ja. Die het niet ging erkennen en die zei op een gegeven moment, ga het maar alleen doen. Ik gun het jou, bla bla bla. En dat ik niet kon stoppen. Dus het werd nog een tandje erger. En dan denk je, je hebt je bodem bereikt. Maar ik kon niet stoppen. Dus ik ging af en toe, maar een klein beetje dan. En als ik echt besluit om het te gaan doen, dan... stop ik, want ik zat nog in de bedenkperiode. Ga ik het nog houden of niet? En op dat moment dat ik dacht, ik ga het doen en ik werd wakker. En ik dacht, ik word moeder. Ja, die avond gebruikte ik weer. En dat is de ziekte. Ja. En ik zeg dat ik echt nog geen tiende gebruikte van wat ik deed, maar ik gebruikte. En het feit is, ik kon niet stoppen. En ja, en dat heb ik mezelf moeten vergeven. Dat ik nooit zal weten of het kindje het niet gered heeft door mijn gebruik, door de stress. Want ik had zeer veel stress natuurlijk. Stalking, overlijden, begrafenis, getrouwde man waar ik verliefd op was, baan verloor ik. Ja, het enige wat ik heb gedaan is, ik heb een brief geschreven aan mijn ongeboren dochter. Want ik dacht, het wordt een meisje. Dat dachten Nadine en ik allebei. Ze heet Lina, mij betreft. Lina, ja. En, en ik heb die brief geschreven en die heb ik voorgelezen aan het voeteinde van het graf van mijn vader. En ik heb de afscheid van haar genomen en gezegd, je bent nu bij opa. En ik vergeef mezelf, want ik ben en ik was ziek. De chaos was zo groot, de onmacht was zo groot. Ik kon niet anders, ik had geen alternatief. En het is oké. En dat heeft zo opgelucht. En de laatste zin in die brief was aan mijzelf. Marlijn, het is niet jouw schuld. Ja. Want ik dacht altijd, alles in mijn leven wat misgaat is mijn schuld. Ik heb nooit naar iemand anders gewezen, behalve altijd, ik heb het weer gedaan. En dit heb ik mezelf... Dit was echt het begin van herstel voor mij. Om te zeggen, het is een ziekte... Daar was ik zo blij mee dat het een ziekte was. Ja. Dat iemand mij vertelde, het is een ziekte. En ja, ik heb haar of het of wat er ook in mij groeide nooit pijn willen doen. Ik heb het nooit zo gewild. Ja. Je was gewoon ziek. Ik was ziek. Je was gewoon ziek. En het erge van deze ziekte is, van de ziekteverslaving is dat je als je kanker hebt of je hebt een andere vreselijke ziekte, dan is iedereen met je begaan. En als je de ziekte van verslaving hebt, kan je nog een trap nakrijgen. Ja. Dat is heel erg verwarrend, is dat? Ja. Ja, en dat mensen ook zeggen van... wat heel hard was bij de verloskundige, kreeg ik dan een echo. En toen bleek uiteindelijk dat het vruchtje maar een paar weken oud was. Dus ik was al weken zwanger aan het zijn van iets wat al niet meer leefde. Maar dat weet je lichaam niet. En dat ze zei, maar het komt goed, jullie kunnen het gewoon nog een keer proberen.
Ja, ja, en toen dacht ik, hoe ga ik dit uitleggen? Aan haar bedoel ja. Ja, en Nadien die zei zo van, het hoeft niet, laat maar gaan. Nee. En toen dacht ik, ja, dit... Ja, ja heel en toen, dan zou je dus denken dat ik mijn bodem had bereikt. Ja. Maar? Nee, ik moest nog even door. Ja. Ik heb mezelf echt de dood in willen gebruiken, omdat ik dacht... Wat kun je wel, Marlijn? Weet je wel, dat als je iets wat je zo graag wil, waar je zo blij van bent, waar je nooit dacht dat je dat wilde en nu gebeurt het en je kiest voor en Jezus. Ja. Maar is het een keuze? Is het een keuze? Nee, maar dat wist ik toen niet. Nee. Dus ik heb die 3 maanden lang, ik weet er bijna niks meer van. Ja, ik ben in januari bij mijn moeder gaan zitten. En elke kans die ik had om naar Amsterdam te gaan, dan ging ik gewoon van God los. Ik verhuurde mijn huis, ging in een hotel zitten met de gordijnen dicht. En ik ging dat geld wat ik daar aan extra verdiende uitgeven aan coke. Ja. Maar ja, tot ik besefte, als ik doodga, dan heeft mijn moeder en net haar man verloren en haar dochter. Ja. Nee, nee. En toen ben je hulp gaan vragen. En toen dacht ik, hè. Toen pas. Ja. Ja. Terwijl je zou zeggen, ach joh, je hebt een jaartje coke gebruikt. Er zijn mensen die doen 30 jaar. Ja, maar daarom. Ja. Met een rotgang heb jij je bodem bereikt. Daar heb ik 20 jaar over moeten doen. Nou, en dus zou ik maar zeggen, thank God. Ja, daar mag je blij mee zijn. Ja. Zeker weten. Ja. Heel veel verdriet, heel veel pijn, heel veel verwarring, heel veel verlies. Ja. Dat achter elkaar heeft er wel voor gezorgd dat je op een gegeven moment dacht van, nee, ik kan niet meer. Ja. Ja. Nou ja, en dat kwam niet eens omdat ik hulp zocht, maar omdat het op een hele gekke manier via een taxichauffeur in de taxi, bij mijn... Ook heel mooi, ja. Ja, en dat... Dat kan ik natuurlijk niet helemaal uitleggen door door de anonimiteit en de discretie naar mensen toe. Maar het is bizar hoe gewoon iemand in een taxi stapte, op verslavingszorg komt en vervolgens blijkt dat mijn vriend is de taxichauffeur. Nadien was dat. Ja. En die geeft mij een nummer van het nummer wat ik net zelf had opgezocht. En niet durfde te bellen. Wow. En binnen 5 dagen krijg ik het nummer via een hele andere weg. Deze man kan jou helpen. En ik belde en binnen een week zat ik op een intake. Is dat je hogere macht? Of je God? Haalt de woorden uit mijn mond. Ik wilde net zeggen. Geloof je in een hogere macht? Nou, of in een God of in iets? Ik geloof... Papa bedankt, zou ik bijna zeggen. Ja, het was echt dat ik dacht, als er iets bestaat, dan had ik al iets wat groter is dan ik en wat mij wil helpen, heb ik ontmoet op de dag dat ik besefte, ik moet hulp vragen of ik ga nu hulp vragen en ik wil hulp vragen. Als deze dingen en deze mensen zo bij elkaar komen, ja, wie gaat daar nee tegen zeggen? Dat was echt, ik moest er gewoon om lachen. Ja. Ik dacht, dit is gewoon bizar. Dit is geen toeval. Toeval is God die anoniem wil blijven. Dat is het. Ja, zeker. Maar wat ik ook las en wat ik ook wel herkende, dat je dacht van ja, als er een God is, waarom heeft hij me dit aangedaan? Waarom heeft hij mijn kind afgenomen? Waarom heeft hij mijn vader? Snap je? Nee, en dat heb ik op zich, nu snap ik het. Maar zoals mijn moeder, die is zeer actief ook in een geloofsgemeenschap. Op een hele mooie, liefdevolle manier vind ik. En die zei, die zegt ook altijd, God is een man, vrouw, maakt niet uit, God is liefde. En die zei ook tegen mij, God neemt niet mensen weg of laat mensen geboren worden of ziek worden of juist beter worden. God leert je omgaan met het leven. Die helpt je bij het leven. En ik dacht altijd, ja, God, wat is dat? Wie is dat? En nu denk ik, give it a name. Maakt mij niet uit. Maar er is zeker iets wat volgens mij mij helpt om hier te komen waar ik nu ben. Dit heb ik echt niet alleen gedaan. Maar... En dat vind ik gewoon, Ik denk dat mijn vader op de een of andere manier zijn liefde nog aan mij nu toont. Wat hij misschien als vader nooit heeft kunnen doen, doet hij nu in de vorm van een soort hogere macht, denk ik. En hij is onderdeel van de energie. Ja. Mooi. Die heeft mij gevonden op het goede moment. Heeft hij lang op gewacht. Maar ja. En toen, ik wou zeggen, en dan begint mijn boek aangepast. Hè? Ja. Nee, maar waar we het nu over hebben is heel erg verweven in het boek. En dat wilde ik doen. Elk stukje, hoofdstukje wat ik begin, doe ik een flashback om daar een thema uit te halen. En daar dan over te schrijven in mijn herstel. En dat heeft heel goed uitgepakt. Ik vond het een hele mooie manier om. Een hele mooie schrijfstijl. Kijk, ik heb het boek zelf niet geschreven. Achteraf denk ik, waarom niet? Ja. Maar goed, het kan nog altijd. Kan altijd. Zomaar één boek. Maar daarom. Maar het is altijd, denk ik, als je het zelf gaat schrijven, dan kun je erover nadenken hoe je het vorm gaat geven. Ja. En natuurlijk heb je daar mensen voor nodig. Maar uiteindelijk ga jij schrijven. Uiteindelijk zit jij 's avonds, snap je? En dit was meer mijn verhaal vertellen. Hij schrijft het op, stuurt het naar me terug. En Marcel, hartstikke goede schrijver natuurlijk. Maar
Je wilde ook nog wat vragen over mijn boek, Ik mag een bruggetje maken? Ja, tuurlijk. Ja, ja, ja. Ja, want ik zat te luisteren en ik moest grinniken. Want het ging ineens over dat 12-stappen-programma. Ja. En dat jij zei, ja, nou... Nee, sorry, ik had het eigenlijk even goed moeten inverdiepen wat de letterlijke zin was. Ja. Maar misschien weet jij het nog. Van, nou ja, nee, dat is niks voor mij. En er zitten een paar mensen te keuvelen over iets. Kan jij me nog helpen wat je daar toen over dacht? Nou, dat weet ik niet precies. Maar ik ben dus 3,5 jaar... Nee, ik ben nu bijna 4 jaar. Ja, bijna 4 jaar. Ja, ik ben 3 jaar. Gewoon op wilskracht. Gewoon, ja. Gewoon oké, ik stopte ermee. Ik had een datum dat ik de kliniek in ging. Een dagbehandeling. Toen dacht ik, nou ben ik er klaar mee. Af en toe naar een meeting gaan. Maar ja, ik kom niet echt binnen bij een meeting. En dan kwam ik weer eentje in het... Ja, dat was alleen mannenmeeting. Alleen mannenmeeting. Wat is het? Alleen maar mannen. Oh, alleen maar mannen. En dan ging ik naar een meeting in Haarlem. En dan zaten er hele oudere mensen. En dan ging ik naar een AA. Dus ik had nooit iets met een meeting. Omdat ik me daar niet helemaal 100% thuis voel. Ja. Staan 12 stappen. Ja, ik ben erin gaan kijken. Ik kreeg een Engels boek. Oh shit, in het Engels. Dus ik denk, het zal wel. Ja, dus ik ben echt laat pas. Eigenlijk toen ik Reda ontmoette bij een meeting in Amsterdam. En ik wil er nog een naam noemen, maar Reda kan ik noemen. Maar jij nam hem op sleep. Jij zei, ik zal jou even een leuke meeting nemen. Ja, 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 maar ja. Dan ben ik benieuwd. Heb je toen Reda zei, hey, ik neem je mee naar een meeting. Was kennelijk een andere meeting. Ging je er anders naar kijken? Of waren het letterlijk andere mensen? Want meestal zijn ik ging er anders naar kijken. Ik wou net natuurlijk zeggen, waarschijnlijk... Het waren allemaal dezelfde mensen. Ja. Maar ik ging er anders naar kijken. Ik en ging wat dan? Wat was dat dan? Ben ik denk naar. Ik denk de moeite te doen om erin te verdiepen. Ja. Weet je, en ik had bij meetings, dat ik ging vragen stellen. Bij meetings hoorde ik God. Toen dacht ik, God, oh nee, zit ik weer hier als moslim bij God. Het is Allah, jongens. En weet je wel, mijn hogere macht. Ik denk, oh, ik snapte het niet. Toen ik zei, nee, jouw hogere macht, wat is voor jou? Ja. Ik zei, ja, dat is mijn Allah. Ja, dan is dat Allah. Ja. Toen was ik al opgelucht dat ik niet een ander geloof hoefde aan. Ja, maar het is God zoals wij hem begrepen. Geen idee, want ik denk, spiritueel, is dat... Nee, dat is verbinding, contact, weet je. Dus toen ik het begreep, ging die 12-stappenplan in het Nederlands. Nou ja, toen dacht ik, wauw, dit is niet alleen voor verslaafden. Dit is allemaal niet voor verslaafden. Ja. Dit is gewoon hoe je je leven, hè, hoe je vragen kunt stellen. Teruggaan naar dingen waar je mee zit. Die kun je beantwoorden, die kun je van je afschrijven. Je kunt Zit de kern eigenlijk? Waar zit de kern? Ja, een soort van gebruiksaanwijzing om op een gezonde manier keuzes te maken met het leven om te gaan. Ja. Nou, dat zijn voor mij de 12 stappen. Ja. Ja. Maar dat was toen nog niet. Nee. Nou, dacht ik, nou ja, goed, het zal wel, weet je. En ik snap het wel, en meetings. Ja. Maar het hele 12-stappenplan en de Minnesota en de surfers doen en... Ja. Nou ja, omdat ik ook me voor kan stellen dat er heel veel mensen zijn die misschien kijken of luisteren. Die zeggen, nou ja, ik heb het ook op wilskracht gedaan. Ja. Maar sommige mensen zeggen dan ook, die ik dus wel spreek in die zelfhulpgroepen, op mijn tandvlees, zeggen ze dan. Ja. Het is gelukt me op mijn tandvlees. Ja. En ik kan dan zeggen, kom naar een meeting, supergezellig. Ja. Nou, wij weten hoe dat kan zijn. En de verbinding is voor mij, ja, daarom heet de ondertitel ook verslaving, verbinding, herstel. Ja. Verbinding is voor mij zit dus dat maakt het verschil tussen ga ik de verslaving in of ga ik naar verbinding of naar herstel, sorry. En maar er zijn heel veel mensen die denken: ja, zit je daar met een paar oude knarren in een cirkeltje? Hoi, ik ben Marlijn en ik ben verslaafd. Ja, zo is het gewoon niet. Dus ik denk wel eens: het is een programma van mond tot mond reclame. Het gaat niet over promotie, maar ik denk wel eens: hoe kunnen we die mensen dan die toch op dat tandvlees clean proberen te blijven zeggen. Nou ja, oké, je vindt het niks, maar geef het nou een kans. Ja. Weet je, ik wil er geen reclame voor maken. Nee. En dat doe ik ook niet in mijn boek, want ik benoem niet welke club ik dan zit. Hè. Nee. Alleen het programma van 12 stappen, in welke zin dan ook. Ja. Je hebt zelfs lipgloss anonymous tegenwoordig. Je hebt heel veel 12 stappen. Maar dan denk ik, oh jongens, ik zou het zo vaak... hoe zie jij dat? Want jij krijgt heel veel mensen op je af. Ja, maar kijk, nogmaals op jouw vraag terug te komen. Het is niet alleen de verslaving, het is mijn gedrag. Ja. Daar heb ik nooit aan gewerkt. Het komt toch ergens vandaan. Wat jij zegt, ik word heel snel ineens boos. Ja. Maar ik kan ook gelijk zeggen, shit, waarom doe ik dat nou? Waar komt dit vandaan? Dit ineens opgefokt bij mijn kinderen, bij mijn vrouw. Weet je wel, dan is er iets en dan val ik uit. En ik weet gelijk dat ik fout zit. Ja. Gelijk, dat had ik niet zo moeten doen. En dat zeg ik dan ook gelijk. Maar dat komt ergens vandaan. En dat kan ik, daar ben ik mee bezig, want ik ben nog maar bij stap 4. Okay. En dus... 12 stappen. Het gaat om de progressie, niet de perfectie. Ja, perfectie. Ja. Weer een lekkere one-liner. Maar al die one-liners, jij beschrijft er heel veel in je boek. Ja, ik kan even om mezelf spreken. Het klopt gewoon. Ja. Het zijn gewoon pakkende one-liners. Ja. Die je gewoon
in iedermans leven kunt gooien. Ja, hoef je niet echt verslaafd voor te zijn. Ja, maar even voor de record, het zijn niet mijn one-liners. Nee, het zijn heel vaak uit het programma. Ja, en dus, en ik leg ze uit hoe ik ze geleerd en wat ze voor mij betekenen. Ja. En wat ik ermee doe. En ik denk heel vaak nog vandaag de dag. Want ik heb dus heel veel moeite met afwijzing en verlies. Ik heb vorige week bijvoorbeeld mijn kat moeten laten inslapen. Oh. 14 jaar oud en ik had hem 7 jaar. En dan denkt iedereen, een kat. Ja. Nou, zie je het verschil tussen een vrouw alleen met een kat of een vrouw alleen? Dat is een gat zit daartussen. Ja. Dus nu is het niet meer 's ochtends mauw mauw even iemand. Hè? Maar dan denk ik elke keer weer als er iets in mijn hoofd zegt. Sigaretje bijvoorbeeld is het eerste waar ik naar zou grijpen in mijn hoofd kennelijk. Feelings won't kill you, drugs will. Weet je wel, dat zijn ook van die mooie. Dat ik denk, Marlijn, get over it. Je weet waar de drugs je heeft gebracht. Die voelen ze, dat leren we wel. Ja. Bel maar gewoon iemand, die trekt je er wel doorheen. Ja. Ja. Weet je, anders word je morgen wakker en heb je en een kutgevoel en je hebt een kater. Weet je wel, denk ik, ja. En even dat je had een kat. Dat, Marlijn, even terugkomen op dat... sorry. Ja. Dat wat je zegt, op alles op wilskracht doen. Wat het verschil is op wilskracht doen. Wat herstel en clean. Ja. Wat is voor jou? Want ik vind dat een hele mooie topic. Want ik dacht gewoon van, hey, ik word clean en dan ga ik me beter voelen. Ja. Maar als ik clean word, wordt het opeens een stuk... Wordt het heel eventjes beter en daarna wordt het een stuk slechter. Waarom? Omdat het onderliggende probleem naar boven komt. Ja. En herstel is toch iets heel anders. Ja. Ja, want eigenlijk met clean zou ik zeggen, blijf je in dat stuk bewust onbekwaam zitten. Je ziet de hele tijd wat er misgaat, maar je weet niet wat je eraan moet doen. Mm-hmm. En herstel is, ik ga dat aanpakken, ik ga daar oefenen, ik ga daar hulp bij zoeken. Want je kan stoppen met het gebruik van middelen en een nieuwe manier van leven vinden. Ja. En het stoppen met middelen... Ja, dat is het punt. Dat is het topje van een ijsberg. Ja, dat denk ik. Van als ik stop met gebruiken, weet je, dan wordt mijn leven opeens veel beter. Maar dat is het niet, weet je, want dan komt het probleem naar boven. En wat is het probleem? Is als ik stopte, toen ik stopte met middelen, dan voelde ik me opeens heel rusteloos, heel angstig, snel geïrriteerd. Werd 's ochtends wakker met, what the fuck is er mis met mij? Ja. Weet je? Ja. En dat hoef ik vaak genoeg te voelen. En ja, dan denk ik van, nee, ik moet gewoon gebruiken, want dan hoef ik deze dingen niet te voelen. Dus als ik stop met gebruiken, dan ga ik me angstig voelen, snel geïrriteerd, rusteloos en ben ik alleen maar boos. Ja. Dus, en ik moest daar iets tegenover zetten. En ik dacht bij mezelf, het heeft te maken met dingen van buiten mezelf. Ik moet een nieuwe vriendin hebben. Ik moet in een andere stad gewoon, in een ander land gewoon. Ik moet juist een bedrag geld hebben. Als die maar reageert tegen mij zoals ik dat wil, dan komt het wel goed. Maar pas als toen ik, dan, hè? Dat is de heftigste. Ja, als dan. Maar toen ik op een gegeven moment aan die stappen ging werken en naar meetings toe ging en mezelf dienstbaar ging opstellen naar anderen, toen pas begon ik te herstellen. Dus als het ware al die jaren dat ik in het programma zat en dat ik niet clean kon worden, zet ik eigenlijk aan een reddingsboot. Ja. Alleen maar aan de zijkant van die boot. En dan hoefde maar één grote golf te komen. En dan liet ik los. Ja. Dan moest ik loslaten. Ja. En toen ik aan mezelf ben gaan werken, toen ben ik echt in die reddingsboot gaan zitten. Ja, en dat is het verschil tussen wel of niet op je tandvlees, denk ik. Maar dan moet je wel wat voor doen. Heel veel mensen denken dat clean zijn... stoppen met blowen of gewoon blijven blowen bijvoorbeeld of blijven drinken, stoppen met koken, dat clean zijn is. Voor mijzelf is, ik heb het geprobeerd op die manier, maar voor mij is clean zijn gewoon echt totale abstinentie. Hoe was dat voor jou in het begin, toen je moest gaan stoppen? Ik had gewoon, mensen zeggen wel eens, hoe heb je dat gedaan? Want ik heb dus online moeten afkicken, daar hebben we het volgens mij nog niet eens over gehad, maar ik zat dus achter een laptop. Dus in mijn eentje ook jankbuien, rouw, verlies, whatever, alles moest ik verwerken, verdriet, boos. Alleen ik dacht wel, ik weet niet. Ergens ben ik ook gewoon een beetje, als ik iets doe, dan zet ik mijn tanden erin en dan doe ik het gewoon goed. Dus ik heb daarom ook in een jaar een boek geschreven. Ja. Dus dat zal wel iets over mij zeggen. Maar ik dacht wel, ik pafte nog even lekker tegenaan. Dus toen ik na 4 maanden herstel dacht, wacht, ik ben nu een pakje per dag aan het wegpaffen. Ja, ja, ja. Toen dacht ik ook, daar moet ik ook mee stoppen. Dus ik dacht, op een gegeven moment werd het een soort... ik zag gewoon dat die middelen weghalen... juist werd heel veel blootgelegd... wat ik allemaal aan het doen was in plaats daarvan. Wat je zegt, hè, dan maar een andere vriendin. Of dan maar... dus ik heb gelukkig de sigaretten nog. Dus ik ben inderdaad in 6 maanden tijd... gestopt met drank en drugs, maar ook met sigaretten en ook met een hele toxische liefdesrelatie. Dus ik heb gewoon binnen 5-6 maanden alles afgekapt. Wow. Maar
ja, dan kom je ook in een soort nieuwe hel. Ja, ik bedoel, ik ga niet zeggen dat dit allemaal roze terug hebben aan te schrijven. Een nieuwe hel. Ja, ja, nou maar, ja, of een nieuwe hel. Een pijnlijke nieuwe wereld of zo. Terwijl, ja, ik hield mezelf wel voor. Ik vind het wel goed, want ik zit nu ter plekke te bedenken. Wat heeft mij elke keer voortbewogen om niet terug te gaan? En als je nou zegt nieuwe hel, wat bedoel je daar eigenlijk? Nou, ik lag gewoon in de foetushouding op de grond te janken om het verlies van een kind waarvan ik ineens besefte, holy shit, ik word waarschijnlijk nooit meer moeder of zo. Oké, dus emoties. De emoties, ja. Dat was voor jou hel. Ja. Oh, heel herkenbaar. Ja, dat kenden we toch niet. Ja, dat kenden we niet, nee. Nee. Dat is nou, ja, wat je net zegt, ja, ook. Van gevoelens ga je niet dood, maar van drugs wel. Ja, absoluut. Maar ik dacht op dat moment wel dat ik dood ging. Geen alleen dan had ik gelukkig dus weer de bereidwilligheid om iemand te bellen. Ja. Online te gaan, een meeting te bezoeken. Ja, en daar zit die eigen verantwoordelijkheid in. Dus ik kan niet zomaar denken dat het clean en klaar of zo. Nee. Ja, en dat heb jou, ik... principe? Met gevoelens omgaan. Nou. Ja, hoe was het voor mij? Mijn gevoelens kwamen allemaal terug. Ik kon gewoon huilen als er een liedje in de auto aanstond. En ik keek in de achteruitkijkspiegel en ik zag mijn kinderen en mijn vrouw naast me. Ja. Begon ik gewoon te huilen. Zo, wat is dat? Ik zei, ja man, ik weet niet. Ik voel me gelukkig. Het overkwam me gewoon. Ik had heel veel huilbuien. Ja. Maar dat was maar ook, van geluk dus ook. Ja, van geluk, maar ook van schaamte af en toe. Ja. Ja, van dan bracht ik mijn moeder naar huis. Of? Ja, schaamte en schuldgevoel. Dat ik er die tijd niet was. En nu wel, hè, want je kan niks inhalen. Maar ik deed zo. Ik leefde zo in een andere wereld. Dat ik zoveel tijd had om wel naar mijn moeder te gaan. Wel mijn zoontje naar voetbal te brengen. Weet je wel? En dan stond ik daar gewoon. Ik dacht, wauw man, waar was ik al die tijd? Ja. En, bij mij kwam dat gevoel van... Ik kon mijn tranen gewoon niet onderdrukken. Als ik op tv ergens weer liet ze weer een foto zien van mijn kinderen. Dan moest ik huilen. Omdat ik dacht, oh, mijn kinderen zijn thuis. Heel raar, maar dat... In gebruik kon ik dat allemaal onderdrukken. En niks aan de hand. En weet je wel. Ook, maar zonder de drugs en gevoel kwam erbij kijken, was ik echt heel erg... Ik noem het geen zwakte. Het voelde als een zwakte. Ja, omdat het wordt, ik elke omdat keer je het niet zo... kent. En ook, denk ook de mensen om ons heen. Ja. Van, huilen, ik snap je gaat niet waarom huilen. Andere mensen... Zit je nou weer te janken? Ja, zit je nou weer te janken? Maar ik snap niet hoe andere mensen, jongens, dan vooral zo cool konden blijven. Dat had ik ook met als iemand wat vroeg aan mij, weet je wel. En dan zei ik, dat zijn vaak de mensen die achter gesloten deuren janken. Waarschijnlijk. Maar ik vond dat zo, of een lijn wegtrekken en denken, janken doen we niet. Iedereen heeft zo zijn manieren om daarmee om te gaan. Ja. Maar ik was gewoon heel gevoelig. En ik was altijd al gevoelig, maar dat onderdrukte ik natuurlijk met drank en drugs en weet ik veel alles wat. Maar nu ik dat niet meer los hoef te laten, niet meer dat geheim had. Ja, weet je wat, het maakte niet uit. Ik hoefde naar een televisieprogramma te kijken. Ik dacht, oh wat erg man. Maar ik kon ook heel goed relativeren. Ja. Weet je wel, want anders blijf je natuurlijk janken. Ja. Maar dingen die me echt raken, die raken me nu ook echt gewoon. En... ik heb er helemaal geen schaamte voor of zo. Nee, toch? Nee, totaal niet. Nee, dus het mag er zijn. Het mag er absoluut zijn. Alleen, hoe zeg je dat? Wat ik al zei, weet je, er zijn nog een aantal puzzelstukjes die ik nog ergens moet zoeken. Maar dat vind ik het mooie aan dit hele in herstel zijn, weet je wel, dat ik die stappen nog moet gaan doen en straks met een sponsie gaan werken, dat iemand mij vraagt en dat ik dat, snap je? Dus dat... Nou, en je zegt zelf die ik nog moet zoeken. Ja, je kan het zelf zeggen. Ja, die kan het zelf die jou nog wel, die nog wel jou gaan vinden. Die komen nog. Ja, die komen nog, bedoel ik. Ja, maar dat ik bedoel, is toch mooi. Dat leren we toch. Herken je dat? Dat je nu denkt, oh ja, dat komt wel. Dat komt wel, Maar gewoon in het hele programma waar je in zit en iedereen die je ontmoet. Ik bedoel, ik heb jou ook op een meeting ontmoet en hem ook, weet je wel. Dus er gaat een hele wereld voor mij open. En ik denk, jij zegt ook, hoe leg je die mensen uit? Kom er naartoe. En als ze het aan mij vragen via de social media, zeggen ze, hoe heb jij het gedaan? Ik zeg, luister, weet je, kan ik met je praten? Ik zeg, luister. Geef je wel het nummer van Reda. Ja, dat doe ik dan vaak. Ja, en dan bellen ze Reda. Ik zeg, kom ik hier naar een meeting? Ja, maar ik ben nooit, ik zeg, kom gewoon. Dan zal je zien, weet je wel, net mijn eerste keer. Ja. Kom en kijk, het zijn niet die mensen die... Ouwe, nee man, ik keek daar zo naar. Kijk daar gewoon met een open blik naar en luister. Vooral dat, hè, luister. Ja. Nou, en kijk naar de overeenkomsten en niet de verschillen. Hè? Want je ziet van een advocaat absoluut. Tot een dakloze daar zitten. En letterlijk dat ik wel eens denk, zo, wat een contrast. Echt een contrast. Ja. En beide kunnen mij raken en kunnen mij inspireren. Ja. Ja, dat is toch het mooie van dit. Het is allemaal hetzelfde probleem, maar ook dezelfde oplossing. Ja, mooi.
Heb jij nog iets wat je wilde vragen? Nee, ik heb nog uren door. Ja, ik heb ook uren door. Is er nog iets wat jij wil me vertellen nog? Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik ook misschien helemaal... Ik ben helemaal leeggelopen, zeg maar. Ja, ja. Wow, ja. Ik vond het een heel mooi... ja, dit is een podcast. Ik vond het gewoon een heel mooi gesprek. Ja. Over jou en over je boek en over je leven. En de manier waar jij nu... je geeft het eigenlijk door. Dit is een boek. Is gewoon een, het is geen reclame, maar het is gewoon een boek dat... Ja, ook al zit je niet in herstel, dit moet je gewoon lezen. Het is echt heel hoopvol. Ja. Ook nadat je in zo'n korte tijd zoveel hebt meegemaakt. Ja, en misschien dan kan je nog zo wat, uit kan ja, zo eruit kan komen. Ik vind het echt een succesverhaal. Het gaat ook over verslaving, verbinding en vooral over herstel. Ja. Wat zou jij de meiden kunnen meegeven die hier naar kijken? Die in soortgelijke situaties zitten. Ook misschien ook die in het vak zitten van escort of in de prostitutie. Liefdesrelaties. Gevangen zitten niet zo van ze weten. Oeh, ik hou wel van hem, maar ik voel eigenlijk aan mijn water dat het niet goed is. Ja, wat zou je die mee willen geven? Wat kun je die meegeven? Ja, nou... Waar zouden ze moeten beginnen? Nou, zeker doe het niet alleen. Ga niet in je eentje denken dat je dit... zoek iemand waarvan je weet, die vertrouw ik, hè, waar je veilig bij voelt. En dat kan een vriendin of een man of een vrouw zijn, dat maakt allemaal niet uit. Maar voor mij is het belangrijk geweest om iemand te vinden die niet oordeelde. Uh-huh. En ergens... er is gewoon heel veel moed voor nodig. Ja, en... Ja. Ik moet hem even binnen laten komen. Hij moet er even uitkomen. Maar dat... het wordt gewoon beter. Het kan gewoon... Je verdient gewoon beter. Als je die echt binnen laat komen en denkt... Is dit werkelijk wat je wil en wat je denkt dat je verdient? Ja. Dan kan het antwoord niet ja op zijn. Er is toch meer voor je. En go get it, zou ik zeggen. En verbind vooral met vrouwen. Ik vind vrouwen doodeng. Echt waar. Gewoon programma. Maar uiteindelijk zit daar wel de kracht. Want samen, we begrijpen elkaar. We kunnen ook dwars door elkaar inprikken. Ja. Maar no bullshit. Vrouwen onder elkaar. Ja. We got you, zeg ik dan altijd mooi. Maar. Ja. Heel mooi. Ja. Mooi afsluiter. Je hebt een boek meegenomen. Misschien leuk om die aan iemand te geven die deze podcast straks hoort of ziet. Ja. Als je hem zou willen signeren, heel graag. We weten niet voor wie, maar we doen ook geen prijsvraag. Ik zou zeggen, laat gewoon een bericht achter wat deze podcast met je hebt gedaan, dit gesprek met je hebt gedaan. En dan kiezen wij gewoon iemand uit en die krijgt dan dit prachtige gesigneerde boek. 1 is te veel, 1000 nooit genoeg. Yes. Marlijn van Ast. Marlijn, ontzettend bedankt. Oh, nog een dingetje. Stoppen met roken. Heel veel mensen, het is een hel. Ja. Ik heb nu al 4 pogingen gedaan. Ik doe er nu nog eentje. Maar jij had iets? Ja, ik op mijn website bied ik het aan. De man die mij heeft geholpen, die heeft gezegd... ik vind het zo gaaf wat jij doet. En jouw doelgroep, herstellende verslaafden... of hun omringende naasten. Ja. Ik geef gewoon 50% korting. Gewoon omdat ik het zo gaaf vind wat je doet. Dus via mijn website kun je Ik Stop Wel aanklikken. Ja. En dan kun je een hypnose... het is online video's, een hele uitleg. Ik heb het serieus elk jaar geprobeerd. En het lukte nooit. Elke stoptober. En deze lukte. Okay. Dus ik raad het echt aan. Het is natuurlijk niet gratis. Dat snap ik. Nee. Maar ik wou zeggen. Je rookt 1 maand niet. En het is je hebt het eruit. Doorroken is ook niet gratis. Nee. En gevaarlijk. En dodelijk. En vies. Mooi. En vies. Ja. Lieve mensen, bedankt. Jij ontzettend bedankt. Jullie bedankt. Heel erg bedankt. Graag gedaan. Ja. Mooi gesprek. Dit een mooi gesprek. Inspireren, motiveren en vooral informeren. En voor de kijkers wil ik zeggen ontzettend bedankt voor het kijken. Voor dankjewel de luisteraars. Voor het kijken. Bedankt allemaal. Zeker. En natuurlijk ons dankjewel. Heel team hier. En jij, onze gast van vandaag. Dankjewel. 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 See.